The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan hier voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zindeliste. Not the face. Rivers of Kung. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Vandaag we boldly go where no one has gone before. Het heelal, de ruimte, de sterren. Hoeveel weten we er eigenlijk over? En in dit tijdperk van digitale telefoons kan je ook vragen wie van ons nog de tijd neemt om naar boven te kijken. Onze gast van vandaag alvast wel. Hij is directeur van de volkssterrenwacht Urania en weerman bij zowel ATV als Radio 2. Let's see what's out there, number one. Welkom, Mark van den Broek. Goeiedag. Alles goed met u vandaag? Ja, perfect. Mooi zo. Jij wou al direct iets gaan vertellen, want jij hebt een beetje actualiteit over de ruimte. Ja, dus volgende maand is het 50 jaar geleden dat de eerste man op de maan geland is. Uh-huh. En momenteel is men in Amerika bij de NASA alles aan het voorbereiden rond die feestelijkheden. En men heeft een website gelanceerd. En die noemt eigenlijk apolloinrealtime.org. Uh-huh. En je daar naar surft, dan kan je eigenlijk die maanlanding van 69, de eerste maanlanding, van een minuut voor de lancering tot de landing, kan je helemaal in detail volgen met alle mogelijke gegevens. Okay. Dus je hebt beelden, foto's, maar ook klank, dus de communicatie tussen de astronauten en de grond. Maar echt alle, dus dat is echt verschillende uren data. En je kan dan zelf gaan kiezen, bijvoorbeeld real-time, op de 16 juli 2019, kan je eigenlijk heel die vlucht gaan volgen tot de landing op de maan en nadien de landing op de aarde. Maar dat is eigenlijk gegevens, dat is nog nooit gebeurd, dat de NASA eigenlijk al die gegevens vrijgeeft. Ja. En ook heel wat gesprekken met astronauten zijn vrijgegeven. Dus eigenlijk voor de freaks, zoals ik, is dat heel leuk om al die dingen te gaan liggen zoeken. Dus dat is echt plezant. Hoe lang zijn die eigenlijk onderweg geweest? Hoe lang was dat eigenlijk? Drie dagen. Mensen hebben ook geen idee van afstanden ook niet. Dus dan de maanvliegen is, de afstand is 380.000 kilometer, en ongeveer de afstand. Dus om een idee te geven, rond de aarde rijden is 40.000 kilometer. Ja. Dus rond de maan rijden, bij wijze van spreken, dat ben je dus tien keer rond de aarde rijden, dan ben je in de richting van de maan. Dus de afstand is dan vergelijkbaar met afstand aarde-maan. Nu, met de raket is dat 3 dagen. Ja. Dus de snelheid is dan 40.000 kilometer per uur. Dus een gewone klassieke shuttle of een Soyuz-raket, die met een snelheid van 28.000 kilometer per uur. Dus die blijven eigenlijk in een baan rond de aarde cirkelen. En wil je dus echt wegvliegen van de aarde, dat is de ontsnappingsnelheid, dan moet je minstens 40.000 per uur halen. En dan kan je naar de maan vliegen. Dat is om door de damkring te brengen? Nee. Eigenlijk om van de aarde, atmosfeer? Of? Nee, helemaal niet. Nee, gewoon om van de aarde weg te geraken. Oké. Ja, want bijvoorbeeld, dat is de aantrekkingskracht van de aarde. Ja, de ontsnappingsnet is eigenlijk om hier weg te geraken. Ja. Ja, dus wat veel mensen niet weten is, men denkt altijd van oké, als je naar de ruimte gaat, dan zweef je. Ja. Maar dat is niet helemaal juist, je moet snelheid hebben. Want als je rond de aarde ergens op een vast punt blijft hangen, dan val je gewoon naar beneden. Okay. Maar ik geef dat mooie voorbeeld, dat Red Bull-verhaal met die man die daar in een ballon... Baumgartner, of hoe heette die nu? 35 kilometer hoogte, die zat in een capsuletje en die keek naar de aarde, je zag echt helemaal de ruimte. En die man is gewoon naar beneden gesprongen, maar die zweefde niet, hij was ook in de ruimte, maar die zweefde niet. Dus dat heb je alleen maar als je snelheid hebt. En dus met een snelheid van 28.000 km per uur blijft in een baan rond de aarde cirkelen. En wat er eigenlijk gebeurt, is dat ruimtetuig, shuttle of Soyuz-capsule, blijft in een soort vrije val zitten. Ja. Dus dat ruimtetuig wil wegvliegen, de aarde zegt nee, hij blijft hier. Die wil wegvliegen, blijft hier. En zo blijft hij eigenlijk in een soort constante vrije val zitten. En daarmee dat je ook die gewichtloosheid krijgt, die microzwaarte krijgt. En eens dat je dan naar de aarde wegvliegt, bijvoorbeeld richting maan, blijft dat ook wel. Maar dan heb je die snelheid wel nodig. Bijvoorbeeld een Tesla die gelanceerd is, van Musk, die had een snelheid van meer dan 28.000 km per uur. Die snelheid is in het verleden alleen maar gebruikt voor de Apollo-missies, om mensen aan de maan te brengen. Wordt ook gebruikt om satellieten naar planeten te sturen, maar een gewone klassieke raket die in een baan rond de aarde cirkelt, ook naar het ISS te gaan, het ruimtestation, die hebben maar een snelheid van 28.000. Alleen maar, dat is 28 keer sneller als een vliegtuig, dat is ook al behoorlijk snel. Hè? Dus dat is niet... En dus aan de maan vliegen is dan ongeveer 3 dagen. Ja. Dan heb je geen idee van die afstand. Dat is een 380.000 kilometer. En dat hebben ze in een tijd dus gedaan. Men heeft dan met die maanlanding ongelooflijk knappe dingen gedaan. Ten eerste was zeker Neil Armstrong, maar dan hoe de maan geland. En die man heeft toen die maanlander, hij had nog een beetje brandstof, nog een aantal seconden brandstof, die je mooi veilig op een plek gezet, waar het maanlandschap ook vrij vlak was, maar er zijn natuurlijk wat kraters en zo. Mm. En die missie is ook niet misgelopen, hè. Dus die zijn veilig geland, hebben daar
een drietal uurtjes op de maan blijven staan en dan zijn ze teruggekeerd. Het is maar een korte missie geweest. Ze, zijn daar een, ze hebben drie uurtjes gewandeld, maar ongeveer een dag gebleven en dan zijn ze teruggegaan. Ja. En ja, dat sprak hem ook de legendarische woorden natuurlijk. Ja. One small step for a man, one giant leap for mankind. Ja, ja, ja. Er werd wel jarenlang beweerd, vind ik ook altijd grappig, van die conspiracy theorists die blijven zeggen dat de maanlanding nooit gebeurd is. Hè? Dat dat allemaal gefilmd is in een studio ergens. Ik weet niet hoeveel Amerikanen, denk ik, misschien 1 op 10 of zo, geloof nog altijd niet dat ze op de maan geland zijn, dat dat gewoon opgezet is. Hè? Ja. Maar als je nu ziet wat de NASA vrijgegeven heeft om data... Alleen, men is wel degelijk om die maan gevlogen en teruggekeerd. Men heeft dat ook verschillende jaren gedaan. En wat eigenlijk spijtig is, de NASA, in het begin was ze natuurlijk hot in Amerika, en ook wereldwijd. Maar dus na een aantal vluchten heeft men dan gezegd, we voeren dat terug af, want dat kostte ook behoorlijk wat geld. En rekent de publieke opinie in Amerika en het congres is zeggen, goed, we hebben het gehad. En dus Apollo 17 was de laatste vlucht. Dat was november, december 72. Mm-hmm. En dan zijn ze gestopt. Ja. En men heeft nu achteraf het besef gehad, en na het Apollo-programma hebben we de Skylab gehad in de midden jaren 70, maar dat ruimtestation van de NASA is toen opgebrand in de Damkring, sinds de 70 is dat gebeurd. En dan zijn ze met de shuttle begonnen, en dan nu het ruimtestation. Maar als je ziet, al dat geld dat erin gestoken is, we hadden beter eigenlijk in 72 gezegd, we gaan die maanvluchten op een lager tempo zetten, om de paar jaar, dan hadden we misschien nu een permanente maanbasis gehad. Dan hadden we nu veel verder gestaan. Want nu naar de maan vliegen, kunnen we niet meer technisch. We moeten terug van nul beginnen. En de Amerikanen willen normaal binnen 5 jaar terug op de maan gaan staan. Is dat ook geen kwestie van het feit dat eigenlijk er zoveel verschillende programma's waren? Europa heeft zijn eigen programma. Ja. Rusland ook. Als er meer eenheid had geweest op globaal vlak, hadden we dan verder gestaan? Toen in de tijd was er nog echt die strijd. Hè. De Amerikanen wouden per se iemand op de maan race, hebben. Ja. Moet we even in 61, april 61, is Yuri Gagarin naar de ruimte gegaan. En in mei 61 heeft Kennedy gezegd, voor 1970 wil ik in de maan op de maan hebben staan. Maar ze waren zelf nog amper naar de ruimte geweest met mensen. En dan zo'n zeggen, binnen 10 jaar stappen we op de maan. Ja, dat was... Veel mensen zeggen, dat wel lukken. Ja. En daar zijn ze ook in geslaagd. En dat was voor de Amerikanen heel belangrijk, want de Russen zaten op voorsprong. Ze hadden de Sputnik en Yuri Gagarin. En die gingen dus, hadden maar anders niet dat de Russen de zaak gingen overpakken in de ruimte. En toen werd er gezegd, als je naar de ruimte kunt, dan zijn ze de baas van de wereld. Ja, ja. En de Amerikanen hebben dan heel al bewegingen gedaan. Vandaar, dat was een heel grote prestigezaak. En wat wij van spreken, heeft de NASA van het congres een blanco cheque gekregen. Dat heeft massa's geld gekost. Er is ook heel wat spin-off uitgekomen. Heel veel dingen die later in het dagelijks leven zijn gebruikt door het Apollo-programma. Maar ja, dus dat is... een keuze geweest. Dat was ook een beetje een mensheid die korte tijd. En dat is nu 50 jaar geleden, want de laatste 50 jaar op gebied van ruimtevaart is het vooral rond de aarde cirkelen, hè, met de special te rond de aarde vliegen. Mm-hmm. Want veel mensen denken ook dat Fremont bijvoorbeeld, en Frank de Wien dan Fremont, dat die naar de maan gevlogen zijn. Ja, ja. Nee, die zijn gewoon rond de aarde blijven cirkelen. Ja. Dus dat is niet... Ja. Het is wel grappig dat je er net zei, we hebben er nu de technologie niet meer voor om het terug te doen, dat je terug van nul moet beginnen. Je weet toch eigenlijk wel wat ze toen allemaal gedaan hebben? Het probleem is dat de ingenieurs van in die tijd, die mensen zijn ofwel met pensioen of die leven niet meer. Dus we moeten nu terug van nul beginnen en er wordt aan gewerkt. Maar het gaat heel traag, vind ik persoonlijk. Ja. Dus ik hoop, normaal gezien, het is vooral nu de huidige president, Trump, die gezegd heeft van goed, ik wil terug mensen op de maan zetten. Omdat dat gewoon terug leeft. Heel veel mensen vandaag hebben dat gewoon niet bewust meegemaakt. Ik ben geboren in 69, dus ik heb dat niet bewust meegemaakt. Nee, ik ook niet. Dus dat opnieuw meemaken met de technologie van vandaag, dat zou fantastisch zijn. Ja. Met de kwaliteit van de beelden in 4K, of in 8K tegen dan, dat je op de maan gaat staan, dat wordt er precies... de maan binnenbrengen in de huiskamer, of op computer, dus, en dan heel dichtbij... die missie volgen, dus dat is wel spannend. Zou dat wel kunnen, want je merkt wel heel hard dat er een enorm enthousiasme is tegenwoordig voor wetenschap. Veel harder dan vroeger. Ik bedoel, je ziet er eigenlijk al onnozel dingen, zoals de H&M, die bijvoorbeeld hun NASA-shirt beginnen doen. Ja, en je weet altijd... Ja, klopt. Als, je ziet dat heel veel lopen mensen met de NASA logo. Als het in een H&M hangt, dan weten we dat het heel breed ontgaan is. Ja. Ik denk dat dat ook een klein beetje nog wat in de 80s, 90s revival zit, waar ook veel mensen met NASA-shirts rondliepen. Ja, absoluut. En nu is dat allemaal een beetje terug, maar inderdaad, Ook zo, hè, want de reden... dat je hier ook zit, is omdat er ook veel vragen zijn. Je ziet dat ook internationaal van die mensen zoals, wat is dat, Brian Cox en Neil deGrasse Tyson, dat zijn rocksterren geworden. Ja. Dat moet toch wel leuk zijn voor Elon Musk. Elon Musk. Dat moet toch wel een leuke evolutie zijn voor iemand, want vroeger, ik herinner me nog, Urania, dat was niet iets...
Hey, je ging voetballen of je ging urania doen. Nee, ja. Terwijl dat was speciaal. Terwijl dat nu veel cooler is. Ja, dat klopt. En we merken dat ook gewoon. Bijvoorbeeld, wij doen kijkavonden op het MAS. Hè. Dus we zijn op de Sterrenwacht in Hoven actief. Maar dus bijvoorbeeld in de zomervakantie, in de donderdagavond, doen we een kijkavond op het MAS, op het dak. We krijgen toelating van de stad en het MAS om dat te doen. Dus met een aantal telescopen. En als het dan helder weer is, kunnen mensen komen kijken. En wat wij vooral merken is dat ook jongere mensen daar interesse voor hebben. Mm. En dat die dus komen kijken en met hun gsm bij, kijken naar de maan, trekken daar een foto van. En dan gaan ze beginnen delen via sociale media. Ja. En dus andere mensen die in de stad zijn, die zien dat. En die komen gewoon naar dat massa af. Met het resultaat dat wij op een avond soms 500 à 1000 mensen krijgen, die gewoon komen aanschuiven. Dat ze rijden per telescoop om eens aan de maan te komen kijken. Dat is iets dat vroeger ondenkbaar was. Ja. En daar zie je dat, dat veel mensen, en dan mensen die dan kijken, zijn verwonderd over de kwaliteit van dat beeld. Want sommigen denken, als je naar de maan kijkt, of naar de sterren kijkt, dat is gelijk een vergrootglas bij een stuk papier. Mm-hmm. Dan heb je een scherp deel en een onscherp deel. Maar dat is hier niet het geval. Dus wat je van de maan ziet, is over heel je beeld haarscherp. Ja. Met die kraters, met die details dat je dan ziet. En daar zijn de mensen echt verwonderd van. Of bijvoorbeeld bij Jupiter, de maantjes, of bij Saturnus, de ringen. Ja. Dat kun je heel goed zien. En dat is dan iets in het van Antwerpen, alleen is het mans, dus dat is heel leuk. Dat is ook heel cool dat, hè, ondanks mijn inleidingswoordje over telefoons, dat je ook apps hebt, hè, waar je bijvoorbeeld s'nachts de sterrenbeelden allemaal eruit kunt halen. Zo al die constellaties, je kunt dat allemaal zien door te kijken waar exact dat die zitten. Ja. En hoe die eruit zien, dus... Het was niet noodzakelijk alleen anti-technologie, maar het was gewoon... Gewoon de micro een beetje dichter bij u zitten. Nee. Of de micro wat dichter bij u zitten, dat is nog beter. Okay. Ik zag er zo wat sign language over in het weer, gewoon ik dacht, wij zitten hier allemaal... Ik een beetje stiller zitten. Zo. Ja, zo. Ik kan al direct beginnen met een heel harde lekenvraag, maar waarom ook niet? Je hoort veel mensen vaak spreken van astrologie, maar het is astronomie. Ja, wij zijn daar niet zo van. Jullie zijn daar niet van. Hoe komt het en wat is het verschil, of is dat gewoon een fout? Ja, dus vroeger waren de astrologen en de astronomen, dat waren mensen die eigenlijk met hetzelfde bezig waren. Dat was eigenlijk naar de hemel kijken en de sterrenbeelden en zo verder. Maar vandaag is er een groot verschil in de zin dat wij eigenlijk helemaal niet met astrologie bezig zijn. Je hebt natuurlijk wel de sterrenbeelden, de sterrentekens, hè, dus dat op zich is correct. Maar ja, als je puur gaat analyseren, hè, bijvoorbeeld bij astrologie, gaat men zeggen, oké, een bepaalde planeet die staat in een bepaald sterrenbeeld. Mm-hmm. En dan gaat men van alle verhalen er rond opschrijven. En als je de horoscoop kijkt in de boekjes, ja, dat is die tekstjes zijn zo algemeen geschreven dat je er altijd wel in zult kunnen terugvinden. Mm-hmm. Maar als we puur kijken naar het sterrenbeeld, hè, bijvoorbeeld, ik ben zelf het sterrenbeeld Stier, en dat is een vrij helder sterrenbeeld. Dat is vooral in het voorjaar ook heel goed zichtbaar, dus de winterperiode ook te zien. Wel, die sterren aan de hemel, die vormen voor ons een figuur Stier. Men heeft dat in een tijd gefantaseerd. Maar die sterren zelf, die weten van elkaar niet eens dat ze sterrenbeeld zijn. Dus dat sterrenbeeld bestaat eigenlijk niet. Nee. Dat is gewoon pure fantasie van de mens. Dus als een van die sterren doodgaat, ja, dan is dat sterrenbeeld een ster kwijt en dan klopt dat misschien niet meer. Plus het licht van die sterren dat we zien, is eigenlijk vertrokken op het moment dat je hier op aarde nog niet geboren bent. Mm-hmm. Dus hoe kunnen we nu de toekomst gaan voorspellen als het pure fysische licht van een ster is tientallen, honderden jaren onderweg voordat het hier aankomt? En dan gaan we dat dus bekijken. En dan gaan ze het aan de hand van dat licht, dat eigenlijk vertrokken is 200-300 jaar geleden of zo, dan je toekomst gaan voorspellen. Dus dat zijn de twee zaken dat we zeggen, sterrenbeelden bestaan eigenlijk niet. Mm-hmm. Plaats de aarde op een ander punt in de ruimte en die sterrenbeelden bestaan gewoon allemaal niet meer, maar die sterren. En sterren zijn eigenlijk gelijk de zon, hè, want mensen hebben ook wel geen idee wat een ster is. De zon is een ster en alle sterren zijn zonnen, dus dat is net hetzelfde. Die geven licht en warmte en dat draaien planeten rond. Ja. Dus dat is... Nu, misschien iets over afstanden, hè, want als we dan over afstanden praten... Ik wou het net zeggen, want is astronomie, hè, dat was eigenlijk buiten de studie van de sterren, dat is toch meer een studie van tijd en afstand eigenlijk, hè? Ja. Niet een klein... Astrologie of astronomie? Astronomie. Klopt. Astrologie... Ja. Dat is puur, verhalen bedenken of toekomstvoorspellingen. Mensen weten natuurlijk graag wat in de toekomst gaat brengen, hè. Dat is iets dat eigen is om de mens, maar... Dus dat is niet... Maar over sterren, en met mensen hebben geen idee hoe ver dat sterren staan. Hè? Dus ik ga een voorbeeld geven. Dus eerst is over afstanden praten. Dus we beginnen de aarde en de maan. En de afstand 380.000 kilometer. De afstand tussen aarde en Mars in de dichtste nadering is ongeveer 50 miljoen kilometer. Afstand aarde zo'n 150 miljoen kilometer. En als je dan verder gaat naar de verste planeet dan
bekende planeet is Pluto. Ja. Dat is 6 miljard kilometer. Want die is toch een tijdje planeet af? Nog altijd. Nog altijd. En hoe komt dat eigenlijk? Dat moet, allee, dat moeten we misschien zelfs uitleggen. Ja, maar ik kan heel kort. Dus het is zo dat op een zeker moment hebben ze gezegd, dus in Amerika, die had al denk meer dan 10 jaar geleden, is, heeft men gezegd, goed, we moeten een definitie gaan maken wat een planeet is. Waarom? Omdat voorbij Pluto hebben we nog andere kleinere objecten ontdekt. IJsachtige planeten, een soort dwergplaneten ook, maar groter dan Pluto. Dus wat moeten we dan doen? Het zonnestelsel corrigeren en dus het aantal planeten gaan opdrijven. Dus 9, 10, 11, 12. En dat gaan we niet doen, want Pluto is eigenlijk een kleine uitzondering. Je hebt de 4 aardse planeten, dus Mercurius, Venus, Aarde, Mars, dat zijn steenachtige planeten. Mm-hmm. Dan heb je de 4 gasplaneten, dus Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. En dan krijg je Pluto, is eigenlijk een ijsbol. Maar die is niet zo groot, die is maar kleiner dan onze eigen maan zelfs, maar 2001 kilometer. En dus men heeft dan gezegd, goed, we gaan Pluto beschouwen als een dwergplaneet. Dat is in die categorie van objecten, een ijsdwergplaneet. En men heeft dat beslist op een congres in Wenen. En dus het is zo dat heel veel mensen uit de wereld komen daar naartoe. Men legt daar een bepaalde stelling voor. Er wordt gestemd, democratisch gestemd. Maar natuurlijk, heel veel Amerikanen zijn niet zo gewoon om naar congressen, wetenschappers aan een congres in Europa te komen. Dus er was eigenlijk een minderheid van Amerikanen aanwezig. En de meerderheid heeft toen gezegd van, we gaan voor het verhaal dat Pluto eigenlijk een dwergplaneet is. Nu, de Amerikanen hebben dat nooit echt leuk gevonden, want er was een ruimtesonde vertrokken naar Pluto, de New Horizons. Mm-hmm. En dan net die planeet valt weg en wordt dus een dwergplaneet. En dus in Amerika hebben ze dat eigenlijk nooit echt willen herkennen. Dus internationaal is het zonnestelsel telt 8 planeten, in Amerika zijn het er 9. En dat is puur omdat die hun ego het niet aan kan, dat ze er een raket naartoe gestuurd hebben en dat die planeet er niet toe doet. Ja. Nee, wel een uitzondering daarop is wel die Neil deGrasse Tyson, want dat is zo die een Amerikaan, zo die zwarte van New York. Ja. En die had er wel over geschreven, die heeft zo'n klein boekje zo, dat ik ooit gelezen heb, dat is zo... sterrenkunde voor mensen in met haast, in a hurry. Ja. Dus dat is zo, en er staat wel zo bij, daarin, ik ben bij Pluto, er staat zo een asterixje bij, en dan zegt hem inderdaad, ja, dwergplaneet. Het is een ijsdwergplaneet. Ijsdwergplaneet, en als ze dan een sterretje beneden zie, yes, it's not a... No, it's not a planet, get over it. Ja, dat is inderdaad. Maar dus als we Pluto voorbij zijn, dat is 6 miljard kilometer, dan reizen we door de ruimte en dan komen we eigenlijk de eerste ster tegen. De eerste ster is Proxima Centauri, noemt die. Uh-huh. En die ster ligt op een afstand van 4,3 lichtjaar. Dus die afstand is in lichtjaar, 4,3 lichtjaar. Als je dat omrekent in kilometers... Een lichtjaar is 9500 miljard kilometer. Dus wat is lichtsnelheid? Lichtsnelheid is de snelheid die het licht aflegt in de ruimte, 300.000 kilometer per seconde. Dus na een jaar heeft dat licht 9,5 miljoen kilometer afgelegd. Dus dat wil zeggen dat 4,3 lichtjaar is een afstand van een kleine 50.000 miljard kilometer, 50 biljoen. Mm-hmm. Dat zijn gigantische cijfers. En wat wij dus op Urania dan doen, naar bezoekers toe, is eigenlijk de afstanden niet meer gaan uitdrukken in kilometers, maar in reistijd. Dat zegt meer iets over afstand dan kilometer. Mm-hmm. Dus op de maan vliegen duurt 3 dagen. Naar Mars vliegen duurt een klein jaar, 9 maanden. Naar Pluto vliegen duurt 10 jaar. Naar de volgende ster, die Proxima Centauri, 75.000 jaar. Oké. Okay. Dus... Dan zeggen we, ja, we kunnen naar een ster reizen met de huidige technologie aan 40.000 kilometer per uur. Maar dan duurt dat 75.000 jaar, dus dat gaat niet. Nee. Dus dan praten we over de dichtste ster. Er zijn sterren bij op de meeste sterren, ook van sterrenbeelden, liggen op tientallen, honderdduizenden lichtjaren hier vandaan. Dus zelfs aan de lichtsnelheid naar daar vliegen, gaat gewoonweg niet. Mm-hmm. Dus aan een snelheid van 300.000 kilometer per seconde naar daar vliegen, gaat zelfs niet. Dus vandaar dat... Want die ster heeft trouwens, Proxima Centauri, heeft ook exoplaneten. En dat zijn de planeten die rond sterren draaien. En er is ook een aardse exoplaneet. Proxima B noemt die planeet. En die Proxima Centauri is eigenlijk een oude ster. Maar dat is eigenlijk een planeet waar misschien vroeger leven op geweest is. Dat weten we niet. Mm-hmm. Want die ster is pak 9 miljard jaar. En dus ouder dan de zon, die is 4,5 miljard jaar. En er zou dus misschien vroeger iets van leven geweest zijn. Vandaag is die kans klein. Maar dat is natuurlijk de fantasie. We leven in het heelal. Hè? Mm-hmm. Bestaan er buitenaardse wezens. En dan zeg je... Een van onze gasten, Gert Verhulst, was heilig overtuigd. Omdat hij ook gelezen had dat er... wat we zover dat we weten, we hebben ons zonnestelsel en we hebben heel veel zonnestelsels. Ik denk, wat was de ene die we het beste konden zien meteen? Is dat Andromeda? Nee. Ah, dat zijn melkwegstelsels. Melkwegstelsels, sorry. Dat is nog iets anders, maar dat is nog verder weg. Okay. Ja, dat is nog. Misschien moeten ze biedt ook het verschil tegen voor mij, want ik ben echt simpel op dat vlak. Dus, doet dat dan?
Nederlanders eerst. Ja, dus het zonnestelsel is eigenlijk... Dus iedere ster heeft zijn eigen planeten. En rond onze zon draaien 9 planeten. En er zijn dus misschien sterren bij met 4 planeten, je hebt erbij met 8 planeten, dan noemen we dat de exoplaneet. Dus iedere ster heeft zijn eigen planetenstelsel. Ja. En die sterren zitten verzameld in een soort van eiland. En zo moeten we dat voorstellen, een groot eiland van sterren, we noemen dat een melkweg of een galaxie. Dus wij zitten met onze zon in onze eigen melkweg. En zo'n melkweg telt meer dan 200 miljard sterren. Ja. Onze melkweg. En daarvan zijn er, schatten we in onze melkweg, ongeveer 1 miljard sterren die op de zon lijken. Ja. Dus qua type ster, hè, dus qua grootte en qua... Dat is een lichtgele ster, de leeftijd ook en zo verder. Dus in principe zouden we kunnen zeggen, als we alleen naar de sterren kijken in onze eigen melkweg, die op de zon lijken, dus die potentieel planeten hebben, dus gelijk de aarde, aardse planeten, dan is dat misschien ook levend op ontstaan, gelijk ons, hè, ons verhaal hier. Er zijn er dus in onze eigen melkweg 1 miljard aardse planeten mogelijk, die op de aarde lijken en dus waar misschien iets ontstaan is. Maar dat is een melkweg. De Andromeda-nevel is een andere melkweg. Mm. Dus dan gaan we nog een pak verder in de ruimte. Ja, dan er kijken we eigenlijk door. Hè? Want je ziet zo'n nevel van sterren waar dat je dan eigenlijk zo die hele ellips ziet waar dat die in zitten. En zo'n galaxie, die liggen op miljoenen lichtjaren. Ja. Dus een Andromeda-nevel is een dichtstbijzijnde, hè? Dus dat is 2,5 miljoen lichtjaar. En dat is ook zo'n galaxie gelijk de onze. En daar kunnen dus ook planeten in zitten. Dus vandaar gaat er nu vanuit dat er in iedere melkweg 1 ster is waar een planeet rond draait, waar dat leven op ontstaan is. Er zijn in ons heelal ongeveer iets meer dan 125 miljard melkwegstelsels. Ja. En dan zeggen we, dus er is een begrenzing in een aantal sterren, want iedere galaxie heeft een bepaalde hoeveelheid sterren, dus er zijn geen 300 miljard galaxies. Nee, er zijn er 125 miljard of 150 miljard, met telkens 200 miljard of 300 miljard sterren. Dus dat is begrensd in de hoeveelheid sterren. Dus de hoeveelheid sterren in de ruimte is meer dan het aantal zandkorrels op aarde. Ja. Om een idee te geven. Mag ik eens één ding vragen? Hey, want hoe ik dat altijd gezien heb, en dat zal voor nauwelijks ook gelden, als je er buiten staat en je leest het recreatief, dan is het vaak ook de grote relativeringsshow. Het heelal. Ja. Hey, er is zo'n oud oefeningetje. En dat ze zeggen, je kijkt naar boven en je zou beginnen stijgen. Je kunt oneindig stijgen. En als je er lang over nadenkt, dan krijg je de hoofdpijn. Want dan komt in een existentiële crisis als je slecht geslapen hebt. Ja. Als je dat allemaal... twee vragen. Eerst en vooral, hoe gaat een wetenschapper in uw geval daarmee om? Het feit die oneindigheid. En ten tweede, en dat is gewoon een heel rare vraag misschien, maar er wordt gezegd 125 miljard, 300 miljard, zoveel. Die afstanden snap ik. Dat kun je nog meten, maar als het oneindig is, hoe kun je dan zeggen dat er 125 miljard zijn? Wel, ik kan het heel simpel voorstellen, hè, want het is toch complexe materie, maar eigenlijk is het heelal een aantal melkwegstelsels in het heelal, dus die 125 miljard, en daarachter zien we voorlopig niks. Mm. Dus als je ons de vraag stelt, waar eindigt het heelal materieel, dus sterren, planeten, galaxies, hè, dat is daar waar die laatste melkwegstelsels hangen en daarachter is er niks meer. Dus daar moeten we, je hoofd daar niet overbreken. Dus dan heb je voorlopig de oneindige leegte. Ik ga ervan uit. Ja, maar dan kun je over gaan filosoferen. Je kunt zeggen, misschien zijn wij een onderdeel van een nog veel grotere structuur dat we niet kunnen zien. Maar dat weten we niet. Dus, maar voorlopig... En ik had ooit iemand zo een theorie horen vertellen, dat vond ik ook wel interessant, dat ze, dus door de Hubble-telescoop of zo, dat ze eigenlijk al redelijk ver kunnen zien, dat ze zo aan die grenzen, en dat er daar zo nog bepaalde kleine beelden zijn die je ziet, en dat ze zeggen, dat zou wel eens de Big Bang kunnen zijn, aan het zien zijn. Ja, dan kijken we terug in de tijd. Dus ze zijn met de speeltelescoop in geslaagd om een gebiedje aan de hemel in beeld te brengen, waar we eigenlijk met de grootste telescoop op aarde niks zagen. Daar hebben ze die speeltelescoop op gericht. Ze hebben die daar x aantal dagen laten naar kijken. En in dat gebiedje hebben ze achteraf 1500 melkwegstelsels gezien. Dus, en dan denken we van oké, we zien niks niet meer, maar daar hebben we wel iets kunnen waarnemen. Nu, de speeltelescoop wordt normaal op termijn ook vervangen, want die is ook al behoorlijk oud, dus die presteert nog wel. Maar op aarde zijn er ook telescopen die dezelfde kwaliteit halen dan de speeltelescoop, want er worden ook al grotere en grotere kijkers gebouwd. Maar dat is op zich... Nu, ik wou even over dat leven in het heelal verder gaan. We zitten wel heel ver in het heelal. Dus gaat er... vanuit dat er ergens leven is, dan is de grote vraag, is dat al hier geweest? En dan praten we natuurlijk over de UFO's. Hè? Ja. In de jaren 70, 80, 90 zijn er UFO-meldingen geweest.
Maar dan moet je de bedenking maken, als je iets kent over die afstanden, en dat je weet dat lichtsnelheid is al behoorlijk snel, hè, dus om dat technologisch te halen, wel, dan is de lichtsnelheid om te reizen in de ruimte nog altijd traag. Ja. Dus ik ga een voorbeeld geven voor die dichtste ster, dus pak dat we nu uit als mens naar daar kunnen reizen, dan gaan we de eerste dag van onze reis, hè, met de snelheid opdrijven, gaan we ons zonnestelsel bekijken. Ja. En dan vlieg je dus 4 jaar en 3 maanden door de ruimte. Dat is nog Proxima Centauri dat we nu aan het vliegen zijn. Ja, Proxima Centauri. En we gaan die exoplaneet, die aardse exoplaneet eens bezoeken. Dan zijn we dus 4 jaar en 3 maanden aan het reizen. Je komt onderweg misschien wat kometen tegen, maar je komt geen sterren of planeten meer tegen. En na 4 jaar kom je daaraan. Je doet daar jouw onderzoek, je keert terug. Dat is nog eens 4 jaar en 3 maanden reizen, dan kom je terug op de aarde aan. Je bent eigenlijk 9 jaar weg geweest, je hebt 1 ster bezocht. En het probleem is, als je naar daar reist en ook terugkomt, je kunt niet communiceren met de aarde, want de radiogolven gaan aan dezelfde snelheid dan het licht. Mm-hmm. Dus die mannen die vertrekken, die zullen bij de aankomstginder de melding maken, we zijn veilig aangekomen. Wanneer komt dat signaal op de aarde aan? 4 jaar en 3 maanden later. Dus met andere woorden, na 8 jaar weten wij als ze zijn aangekomen. Ja, en dan zijn die al op weg terugkomen, terug, dus dat is. En dan zijn die eigenlijk al bijna op terugweg. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk moet er ervan uitgaan, men gaat door de ruimte reizen en eigenlijk zijn die mensen een lange tijd van de wereld afgesloten. Ja. Wat die daar meemaken, kunnen die ook niet delen. Dus om mensen te gaan zoeken die zo lang van de aarde weg zijn en met een beperkte groep samen te leven, en misschien op bepaalde manieren, en er zijn ook fantasiekes daarover, van je stuurt mensen naar daar, maar wat gaan die doen? Je moet je er 4 jaar bezighouden. Want het is naar een bepaald punt te vliegen. Kunnen die mensen dan niet bijvoorbeeld in een soort gecontroleerde coma worden gelegd? Dat die gewoon in die 4 jaar, ja, die een tijd niet zitten te... Allee, niet bewust mee te maken, want dat heeft ook geen zin, want je kunt er ook niet veel mee doen. Je kunt ook niet communiceren met de aarde, je komt daar dan toe. Onderzoek en terugkeer. Dat zijn maar ideeën of fantasieën. Ja. Maar men had dat op termijn wel kunnen. Moet je een beetje vergelijken met Columbus in een tijd die met zijn boot naar Amerika vaarde. Die gingen de zee op, hadden geen communicatiemiddelen, maar hadden een duif. Maar oké, die duiven vlogen niet van de andere kant van de wereld terug naar huis. Dus op een zeker moment zijn die mannen weg. Die maken van alles mee, die komen terug. Eigenlijk gaan we dat misschien terug ooit meemaken, binnen 100 of binnen 500 jaar, dat een mens zo'n verplaatsingen gaat doen. En eigenlijk weten we niet wat daar gebeurt. En als je zo van die dingen ziet als Interstellar, want dat vond ik heel interessant, dat dan ook zo gezegd afstand en tijd ook nog eens relatief gaat zijn. Klopt. He, dat iemand, want dat is dan iets dat ik mij dan inbeeld, omdat je zo'n film ziet en je weet niet meer dan dat, dat iemand voor ons een tijdpak weg 4 jaar weg is, die komen terug en er is hier 40 jaar voorbij of zo. Ja. Wat moet daarvoor gebeuren vooraleer dat je dat soort fenomeen hebt? Of is dat moet echt veel langer zijn. Nu is het zo dat... ik was nog niet aan het denken dat ik wou zeggen, en ik ben het even nu kwijt. De snelheid van 300.000 km per seconde, om die te halen, we weten vandaag ook nog altijd niet dat dat technisch kan. Dus men zit met van alle ideeën en plannen om ooit die snelheid te halen, om bijvoorbeeld iets te sturen naar die dichtste ster. En men is nu, dat zijn experimenten, bezig met iets heel klein te gaan bouwen met een nanotechnologie die in de gsm steekt. Is eigenlijk een klein satellietje te maken met een laser te sturen naar die Proxima B, naar die ster, naar die planeet rond de dichtste ster. En dan onderweg aan die snelheid, want als je met een laserstraal iets afvuurt dat heel klein is, dan gaat dat ongeveer de lichtsnelheid halen. Dat zou ongeveer 10 jaar duren voordat het daar is. Maak dan wat beelden en metingen, dat wordt terug naar de aarde, dan is dat nog eens 4 jaar wachten. Dus dat zou binnen 10 jaar gebeuren, dus binnen 24 jaar, kom je dat nog een keer meemaken, gaan we voor de eerste keer beelden zien van van de exoplaneet, want naartoe reizen met mensen, dat is toch misschien nog verre toekomst, echt nooit, maar dat gaan we misschien nooit wel kunnen. Maar dat is iets dat we moeten gaan doen op korte termijn, om eigenlijk toch eens te gaan kijken naar die exoplaneet in de buurt van onze zon eigenlijk. Ja. Want dat is dus eigenlijk al bij... Dat is bij voorwaarde, die 4 jaar, dat je aan lichtsnelheid kunt reizen. Constant. Want stel dat we dat nu zouden doen, hoe lang zou dat dan duren? 75.000 jaar. Nu. Ja, dus nu gaat dat niet. Dat kun je niet voorstellen. Dus ik wou zeggen, eigenlijk lichtsnelheid, dat is al comfortabel om te reizen, maar dan praten we nog over sterren in de buurt van de aarde, dus 4 lichtjaar. Maar goed, je hebt bijvoorbeeld noordelijke exoplaneten ontdekt op afstanden van 100 lichtjaar, dan is dat 100 jaar reizen. Dus vandaar, wij geloven niet dat hier ooit al buitenaardse wezens gepasseerd zijn. We geloven wel dat die misschien bestaan. Mm-hmm. Ja, want leven niet al is een heel breed begrip. Dat kan gaan van microben, eencellig leven, tot dinosaurussen, tot wezens. Maar ik kan me moeilijk voorstellen, als je dus jaren ziet te reizen,
Je komt dan op de aarde aan, want dat zijn dan de verhalen die je dan leest in de jaren 70 in Amerika. En mensen zagen de UFO's in hun tuin landen. Mm-hmm. En die ruimtewezen stappen naar, die kijken niet eens rond. Hè. Die pakken soms een verhaal dat er mensen werden meegenomen om eens rond de aarde te vliegen. En dan vliegen die terug naar huis. Ja. Bedoel, je gaat toch niet, als je intelligent bent, gaat dat toch niet jaren reizen om hier bij wijze van spreken maar een dag te zijn. Ja. Dus dat geloof ik niet. Maar die hebben misschien een basis op de achterkant van de maan die wij nog niet gezien hebben. Hè? Nee, dat kan niet, want de maan is al uitvoerig onderzocht. Dat zou kunnen, maar dus wij geloven dat. Dus wij geloven dat. Ten eerste, en ook de afstanden, hè, als je praat over... En dat is nog een ander aspect. Onze zon, dat is ook belangrijk om mee te geven, onze zon is eigenlijk maar een gewoon sterretje. Dus wij vallen als ster in de ruimte ook niet op. Ja. Dus pak dat er ergens een andere beschaving met hun telescopen op te kijken. Zijn. Dat is ook wel heel duidelijk dat je dan zegt, we stellen niet heel veel voor. Hè? De zon, ja, de zon. De aarde, oké, de aarde niet helemaal niet meer. Nee. Maar dus de zon als ster is eigenlijk niet groot opvallend. De ster is op grote afstanden, gaat de zon ook niet opvallen. Nee. En de aarde niet helemaal niet. En dan nog het aspect van radiogolven, want de radiogolven die wij uitsturen, ja, die verlaten onze aarde. En dus pak dat we 100 jaar radiogolven uitsturen. Dus op 100 lichtjaar hier vandaan komen nu die eerste verzwakte radiogolven aan. En zou men kunnen zeggen, tja, er is daar ergens radiosignalen die binnenkomen. Misschien ziet daar wel iets van intelligent leven. Dat zoeken wij ook in de andere richtingen. Dus wij hebben ook telescopen die gericht staan om radiogolfjes uit het heelal te gaan opvangen in de hoop van ooit een signaal te krijgen. We zeggen, ja, we hebben ze gevonden. Nu moeten we eens gaan kijken waar dat die zitten. Ze hebben ook al signalen in de ruimte gestuurd die op planeten botsen en terugkeren. En dan is dat even paniek, want ze krijgen een signaal binnen. Dan ben je hun eigen signaal te zijn, terugkeren met die toestanden. Dus ik denk wel dat er wel ergens leven is. Maar de kans dat we elkaar ooit gaan tegenkomen is klein, omwille van die gigantische afstanden. Mm. En zelfs de lichtsnelheid is dan nogal vrij traag. Want als je kijkt naar series of naar films gelijk Star Trek, die vliegen door het heelal, maar dan heb je snelheden nodig van... 100 keer lichtsnelheid. Ja, dat is warp speed, zoals ze het noemen. Hè. Dan gaan die, maar dat gaat niet met de klassieke... Maar wat is het idee eigenlijk achter warp speed? Is het idee dat je het heelal buigt? Je hebt ook zo'n soort... een via, blad dat je dubbel plooit, ja, en dat je eigenlijk de afstand niet aflegt, maar... Dat is via een wormgat en zo. Daar ken ik nu zelf minder van. Maar dat is ook een mogelijkheid dat je via die weg sneller van punt A naar punt B kunt gaan. Maar daar heb ik zelf alleen minder kennis van. Uh-huh. En dat is bijvoorbeeld het verhaal rond zwarte gaten. En dat is dan nog iets helemaal anders. Ja. Dus dat is het sterren die heel zware sterren. Daar ging ik heen, dus dat is keigoed dat je daar al mee begint. Zwart gat, ja, dat is ook... Want ze hebben nog niet zo lang geleden pas echt een heel goede foto ervan getrokken. Hè? Dat en ik merkte al dat het er niet uitzag, zoals in The Black Hole, die film van Disney, van in de jaren 80 of eind jaren 70 die ik gezien heb, waar ze zo tot vlak aan een zwart gat gaan. Ja. En je krijgt dan eigenlijk bijna zo'n soort... beeld van een melkwegstelsel, een beetje, maar dan met een zwart. Maar het is eigenlijk meer een soort, ja, cirkel. Eigenlijk is het, want ik had ook verwacht, want we pakken dan uit met een fantastisch, dat is een geschiedenis, hè, dat is een hoogtepunt in de astronomie, de eerste foto van een zwart gat, en dan zie je die foto, en dan zie je inderdaad een zwart bolletje, en dan rond zie je het licht dat er eigenlijk Het ziet er meer uit als een soort eclips dan dat het eruit ziet. Voilà, dat klopt. Dus een eclips is inderdaad vergelijkbaar, een linvormig eclips. Nu, wat moeten we daarmee voorstellen? Want zwarte gaten, dat is ook zoiets dat heel moeilijk te bevatten is. Dus op het begin is dat eigenlijk een ster die op het einde van haar leven zit. En dus bij bijvoorbeeld onze zon, die gaat nooit een zwart gat worden, gelukkig maar. Maar dus onze zon is eigenlijk vrij klein dan. Dus de zon die gaat eigenlijk, als ze dood gaat gaan, gaat die opzwellen, uitdoven en een soort van ring vormen, een soort kokom eigenlijk. Vormen. Dat is binnen 4,5 miljard jaar, dus we hebben nog even tijd. Dus dat is helemaal geen probleem. En dus dat zon is eigenlijk eerder een rustige ster. Maar dat is al wel geweten dat dat binnen 4,5 miljard jaar zo gaat zijn. Ja, we weten dus, de zon zet waterstof in helium, op een zeker moment is dat proces ten einde. En we weten wat er per dag wordt verbruikt, maar dat is, een ster kan tot kleine 10 miljard jaar oud worden. De zon is eigenlijk zo'n ster die dus gemakkelijk nog 4,5 miljard jaar of 9, hè, dus 4,5 miljard nog blijven bestaan. Maar dus de sterren bij die een ander type ster die veel sneller opgebrand zijn, hè, dus de zon is bijvoorbeeld daar niet, er zijn sterren bij die misschien maar een miljard jaar leven. En dan heb je sterren bij die nog een pak groter zijn, want onze zon is voor ons een grote ster, hè, dus diameter 1,4 miljoen kilometer. Maar er zijn sterren in het heelal die een diameter hebben van 500 miljoen kilometer, dus waar de zon een paar miljoen keer in kan. Ja. Dus waar dat de ster eigenlijk even groot is dan de baan van de aarde bijvoorbeeld. En als die sterren doodgaan, dat zijn dan de rode reuzen zoals we dat noemen, dat zijn sterren die op het einde van hun leven zitten, die gaan dan dood.
dan kunnen die dus tot een zwart gat vormen. En dan gaan die eigenlijk een soort, die worden veel compacter sowieso, en die gaan dus eigenlijk alles wat ze tegenkomen, door de gigantische zwaartekracht, door de hele hoge G-krachten, gaan die eigenlijk opzuigen. En dus stel je nu eens voor dat er een zwart gat uit ons zonnestelsel zou benaderen, want daar is ook heel wat fantasie bij, dat mensen denken dat direct heel dat zonnestelsel wordt opgezogen. Nee, dat effect van het opzuigen is in de onmiddellijke omgeving van dat zwart gat. Dus eerst zouden dan de planeten, bijvoorbeeld Jupiter, Saturnus, worden opgezogen en dan zo stelkens aan Mars en dan de aarde. Komt er van de andere kant, dan is het eerst de zon die wordt leeggezogen. Maar dus het rare is dat zwarte gaten kunnen klein zijn, dat kan gaan van een speldenkop groot tot een grootte van een paar keer onze aarde of zo. Dat is dat wij daar, zelfs een zwart gat met een speldenkop groot, dat wij daar dus gewoon in verdwijnen, ook als mens. Ja. Maar hoe komt dat? Die G-kracht is zodanig groot dat jij als mens wordt dat ingerokken in spaghetti slierten en dat jij daar eigenlijk in verdwijnt in mijn DNA-structuur. Dus er schiet van u niks niet meer over. En dan hadden we zo, dus ja, we hadden dan naartoe, naar een ander punt in de ruimte waarschijnlijk, maar dat zijn zwarte gaten. Dus die zagen alles op. Want het klinkt grappig als je het zegt. Het is een ster of een planeet die sterft, die wordt heel klein en compact, maar door die kleine compactheid heb je nog altijd niet het idee dat dat dan een gat is of een doorgang naar iets. Eigenlijk is het wordt voorgesteld als een bol die de ruimte vervormt, maar ja, eigenlijk is het een soort van trechter. Ah, oké. Okay. Je is eigenlijk een trechter, dat je, zo moet je het eigenlijk voorstellen. Maar stel, een zwart gat wel als een bol, maar eigenlijk is het een trechter waar je in terechtkomt. Ja. In Arlander, maar dat is dan toch raar, als het ooit een ster was. Een ster is iets dat je bij manier van spreken zou kunnen rondfietsen, in theorie. Ja. En als dat dan naar een zwart gat evolueert, en dat wordt heel klein, dat dan ineens datzelfde object dat ervoor nog duidelijk ergens in stond, dat dat ineens een doorgang is. Dat is toch eigenlijk de vraag of zo. Is dat een beetje de Big Bang Theory in reverse, of niet? Nee, de Big Bang is nog iets helemaal anders. Hè. Dat is tot ontstaan van het heelal. Hè. Dus dat is een oeratoom die geëxplodeerd is, wat eigenlijk alles dat ontstaan is. Maar want je hebt zwarte gaten, je hebt sterren, zware sterren die ontploffen en dan krijg je een gigantische supernova-restanten. Dan zie je dan de helemaal gigantische, op termijn zie je dan een mooie nevel. Maar je hebt er dan bij dus dan zware die eigenlijk in elkaar starten en dan als restant eigenlijk dat overhouden. Bijvoorbeeld, als je nu kijkt naar onze zon en ons melkwegstelsel, er zitten heel veel zwarte gaten in het centrum van onze melkweg. Dus die liggen op een afstand van 30.000, 40.000 lichtjaar. Dus voorlopig moeten we ons ook nog geen zorgen maken dat er iets in de buurt zit of zo. Maar dat is, ja, dat is... Het probleem is, men heeft daar nu wel foto's van gemaakt, maar wat daarin gebeurt, dat is pure speculatie. Men kan daar niet... Er is nog nooit niemand erin terecht. Allee, dat is ook onmogelijk, maar dat... Dus aan de hand van onderzoek, ik heb maar wel een aantal zaken... eigenlijk al moeten zeggen, als je daar doorgaat, zou jij moleculair uit elkaar gehaald moeten worden en terug ineen gezet moeten worden om de andere kant, basically. Dus dat dus dat is het beam-me-up-idee, min of meer een klein beetje. Dat klopt, ja, is een feit. Wat ik wel tof vond er straks, dat je zei van, we weten hoe ver dat het is, en... eigenlijk de technologie bepaalt hoe groot de melkweg... Het heelal is. Ja. En wat ik er heel knap om vond, om u toe bezig te zien, is de rust bij u. Want wij zitten hier al met twee te stressen. Maar ze met twee al zo... welke afstand? Hoeveel getallen zijn er? Waar zit hem nu weer? Ja, maar vooral ook zo... Ja, maar wat is er nou? Dat is toch heel raar. Wij hebben zoiets... Ja, maar dat boeit me niet dat die technologie maar tot daar komt. Ik wil weten wat erachter is. En bij u is er zo een complete rust, net zo als bij die zwarte gaten. Heeft u zoiets... Ja, we kunnen dat nu nog niet zien. Dat is precies zo de rust van een wetenschapper die er elke dag mee bezig is. Ja, we hebben er geen schrik van. Maar dat is ook zo dat veel mensen... Je kunt natuurlijk de vraag stellen... We krijgen ook heel veel die vraag van kinderen. Hè, waar eindigt het heelal? Dan zeg ik, er is nergens geen einde. Dat is een beetje het niveau dat je hier vandaag voor u weet zitten ook wel. Maar, allee, van mij toch. Nee, maar mij ook. Andries weet misschien iets meer erover, maar ik ben echt wel... ik ben dat niveau wel. De baarden maken het zo wel. Ja, dat is wat ik de baarden maken het raar. Ja, ja. Een baard. Nee, maar bijvoorbeeld... Dus krijgen wij sleutelhangers zo. Loop met zo'n keiblijn naar beneden. Dus, maar bijvoorbeeld, zeggen wij tegen de kinderen... En we hebben dus een muur. Schrijf daar einden op, dan kunnen de kinderen zeggen, hier is het einde van het heelal. Dan zeg je, ja, maar wat zit er achter die muur? Ja, oké, dus dan blijft het zo. Dus vandaar dat wij dan zeggen, ja, er is ergens een plek in de ruimte waar de laatste melkwegstelsels liggen, en daarachter zien we voorlopig niks meer. Hè. Zo moet het eigenlijk, als je het dan heel simpel voorstelt... Vind je dat iets geruststellend of iets beangstigend, of geen een van de twee? Nee, dat is...
Well, ja, dat is alleen geruststellend. Ja, want stel je voor, je zegt, je hebt al die melkwegstelsels die je allemaal rond elkaar ziet. Daar rond zit misschien nog een veel grotere niks. Dat zou een theorie kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn dat groot niks misschien nog zelfs een leegte is tussen nog een hele hoop andere dingen die zo ver liggen dat we ze niet kunnen zien. Heeft dat zin om daarover na te denken? Of heb jij het gevoel van, ja, daar kunnen wij geen gek in maken, maar dat haalt niks uit? Dat haalt niks uit. Dus voor ons is dat zoiets van daar eindigt, dus het puur materiële dan, dus sterren, galaxies en zo verder, planeten. En daarachter, dat is voorlopig, zien we daar niks. Dus daar moeten we ons mee tevreden stellen. Want nog iets waar je kunt over gaan, dat is aan een andere richting. Je kunt in de twee richtingen gaan. Je kunt in het groot heelal gaan. Of je kunt moleculair. In de microcosmos gaan. Ja. Dat is op zich ook heel boeiend, maar er is ook geen einde aan. Mm-hmm. En dat vind ik wel beangstigend. Oké, en waarom beangstigt u dat? Ja, omdat je daar het heelal, die oneindigheid, dat is maar het allerkleinste. Ik ga daar een voorbeeld geven. Er is een film die vroeger in de IMAX-theaters heeft gedraaid. Cosmic Voyage noemt die film. Mm-hmm. De machten van 10. Ja. Waar je eigenlijk wegreist van de aarde, maar ook in het allerkleinste, dus microscopen gaan werken. En dan beginnen ze bij een celstructuur, dan gaan ze naar DNA, dan gaan ze naar atomen, mm-hmm. en dan gaan ze naar de quarks, en dan gaan ze naar het X-deeltje, dat is dan nog wat kleiner. Maar ja, is daar dan ook een einde? Dus dat is in de twee richtingen, heb je daar eigenlijk geen einde. Allee, het is misschien ook wel een einde, een x-deeltje zou het einde kunnen zijn, maar dat is in de twee richtingen. Dus dat vind ik, als je die film ook ziet, Cosmic Force, kun je ook op YouTube denk ik wel vinden, dat is heel knap dat in de twee richtingen wordt getoond. En wat is groot en klein dan? Hè? Dat wordt ook de vergelijking gemaakt, wat is groot en klein? Hoe groot zijn wij natuurlijk? Dat is ook een heel ding, want wie weet zit er zo ergens een ster of een planeet die zo in omvang zo enorm veel groter is dan wij, dat de mensen die daar rondlopen voor ons waanzinnige reuzen zouden zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Of minuscuul klein. Is dat een idee dat er ook bestaat? Hier nu weer van alles aan het fantaseren? Maar je zou kunnen zeggen, eigenlijk wat we zien in het allerkleinste is eigenlijk ook een soort van kosmos. Mm-hmm. Maar dan op een heel andere schaal, waar we dan niet werken met sterren, maar op een andere manier. Maar daar heb je dus ook de reis, want als je die film, dan reisde ook eerst door de DNA, en dan reisde een tijd door donkere ruimte, en dan kom je pas eerst de atomen tegen, dan hadden we weer verder naar de quarks en zo. Maar dat is eigenlijk ook precies reizen door een soort van ruimte. Mm-hmm. Maar ook, die afstanden, die verhouding tussen de schaal, tussen wat wij verder reizen en naar het kleinste reizen, dat is ook op zich fascinerend. Klopt dat als je moleculair gaat, of dat je klein gaat, dat je daar ook zo die elliptische bewegingen zie, gelijk dat je ziet in grotere zonnestelsels, dat er zo cirkelbewegingen zijn in alles? Maar dat komt minder voor. Nu, dus inderdaad, als je kijkt naar de Melkweg, dat is ongeveer een ronde vorm. Hè. Er zijn ook melkstelsels die balkspiralen en zo hebben. Maar wat je dus daar hebt in de microcosmos, is dat is eigenlijk allemaal nogal bolvormig. DNA, dat is die ketting van informatie, alleen dus van materiaal, maar dan heb je de atomen, dat zijn inderdaad ook bolletjes en de quarks worden anders voorgesteld. Mm-hmm. Dus ik weet niet, ik ben zelf niet direct een specialist daarin. Ik wou alleen, de film is fascinerend wat men daar dan eigenlijk toont. Mm-hmm. Maar dat weet ik eigenlijk niet. Dus die vormen, dat is meestal bolvormig, denk ik, maar daar ben ik niet direct specialist in. Maar waar ik nog wel over dat leven in het heelal, dus als we praten over leven, dan zitten we te denken aan ruimtewezens, maar dat kan dus ook iets heel klein zijn, en dat kan eencellig leven zijn, microscopisch leven zijn, dat kan ook wat groter leven zijn. Het kan bijvoorbeeld een planeet zijn waar alleen maar water is, waar dat leven in de zee leeft, wat trouwens op aarde vroeger ook was, hè, want meer dan 500 miljard jaar geleden was er op aarde geen grassprietje te vinden, maar ook geen leven op land. Was al het leven alleen in de zee aanwezig. Hè? Dus de aarde bestaat 4,5 miljard jaar. 3 miljard jaar. 6.000 jaar, hè, volgens sommige geloofsovertuigingen. Jij bent hier al blasfemische praat aan het verkopen op onze podcast. Hier, Maar het is eigenlijk, wat veel mensen staan er niet bestil, maar dus een miljard jaar geleden, dan was de aarde, zelfs wat er dan buitenaardse wezens zouden gepasseerd, dan was de aarde gewoon een rotsachtig oppervlak. Ja. Met geen sprietje gras, met alleen leven in het zeewater, maar dus niet op land. Waarom was er op land geen leven? Omdat er geen ozonlaag was. Mm. En dus de zon zendt de UV-straling uit, die ozonlaag blokt dat af. Dus al het leven dat op land probeerde te komen, werd gewoon doodgesteld door de zon. Dan is er een ozonlaag gekomen, dan is er leven op land gekomen. Hoe is die er gekomen eigenlijk? Maar dat heeft te maken met de verandering van de atmosfeer rond de aarde.
Okay. Ja, dus vroeger hadden we ook een supercontinent. Hè, de continentdrift is dan nog wel later gekomen. Maar dus wacht, ik ben even aan het afwijken nu. We waren overleven in het heelal bezig. Er zijn dus planeten misschien waar alleen maar water is. Mm-hmm. En dus leven in het zeewater is en niet op land. Of misschien een planeet waar altijd dinosaurussen rondlopen en zo verder. Maar we hebben op aarde een levensvorm gevonden die eigenlijk ook heel fascinerend is. Dat noemen we in het Vlaamse woordje of het Nederlandse woordje een beerdiertje. Mm-hmm. En dat kan je in Google gaan opzoeken wat voor iets is dat nu juist. Maar eigenlijk het wetenschappelijke woordje is een extremofiel. En dat is eigenlijk een levensvorm die onder heel extreme omstandigheden kan leven. En men heeft dat in 65 heeft men eigenlijk dat ontdekt. En men is dan beginnen proefjes beginnen doen. Men heeft het altijd met zachtheid behandeld, dat iets, want het is niet groot. Het is maar tussen de 0,5 en de 1,5 millimeter groot. Dus de grootte van een teek of een luis. Mm-hmm. En men heeft bijvoorbeeld dat diertje in een diepvries gestoken. Min 200 en zoveel graden. Als ze ons in een diepvries steken van die temperatuur, 24 uur, dan zijn we dood. Mm-hmm. Dat diertje heeft men er terug uitgehaald. Dat is dan zwaar ontdooid en is dan terug beginnen verder leven. Ja. Men heeft dat diertje gestoken in een oven tot 150 graden warm. Achteraf blijft dat verder leven. Men heeft dat ooit eens aan de buitenkant van een ruimtetuig geplaatst, van een Europese ruimtetuig in 2007. Hij heeft daar 10 dagen aan de buitenkant rondgekropen. Men heeft dat binnengehaald. Dat zat in perfecte conditie, dat wil zeggen, onder vacuüm. Als je in een ruimte onder vacuüm zit, dan zijn we onmiddellijk dood. Ja. Men heeft dat in een luchtdruk tot 6000 bar. Reactiviteitsdrang, dat kan onder heel extreme atmosferische omstandigheden leven. En eigenlijk kruipt dat gewoon in hun tuin, hè? Want dat leeft voornamelijk in korstmossen. Dus je hebt een boom, een korst, zo'n mos op zo'n boom, wel, daar kruipt dat dus in. En dat is helemaal niet gevaarlijk voor ons. Het kan leven in een korstmos, maar ook in de kosmos. Ja. Hoe mooi is dat dan toch weer? Ja, sorry, ik voelde, daar een slechte woordspeling en ik kon hem niet laten liegen. Maar dus, dat is ook zo'n diertje dat allee, heel fascinerend is. En als we dan zo kunnen leven in het heelal, we zoeken bijvoorbeeld op Mars naar leven. We hebben ooit op Mars, allee, dat is een meteorietsteen op de Zuidpool gevonden van Mars. En aan boord van die steen was er dus een afdruk, een fossiel van eencellig leven. Er is gezegd, oh, er is op Mars leven. Maar de vraag is ook, die steen ligt misschien al een paar duizend of 10.000 of 100.000 jaar op aarde. Dus dat leven kan ook in die steen hier op aarde gesukkeld zijn. Dus we hebben nog altijd niks gevonden, we hebben wel met de Curiosity, de grote marsrover van de Amerikanen nu, van de NASA, hebben ze in de atmosfeer wel afvalstoffen gevonden van vroeger leven, maar dat leven vindt men dus niet. Ja. Dus men heeft wel aanwijzingen dat er misschien iets geweest is. En het zou kunnen, want Mars heeft vroeger een aardse atmosfeer gehad, maar die heeft dat niet kunnen bijhouden, omdat Mars een te lage zwaartekracht heeft. Ja. Dus die atmosfeer is eigenlijk waarschijnlijk verdwenen in het heelal. En als wij ons want dat is natuurlijk ook een ding, hè, wat Geert Verhulst ook over bezig was, met zijn buitenaardse leven, dat tot hier zou komen of dat. Het kan natuurlijk ook wel zijn, hè, dat die hun technologie zo oneindig veel verder staat en dat die zoveel intelligenter zijn dan wij, dat die wel een manier hebben gevonden om die een enorme afstand te overdrukken. Ja. Of lijkt u dat onwaarschijnlijk? Nee, dat zou kunnen, maar dan is de vraag, als het ooit gebeurt, ja, dan moet je de vraag gaan stellen, hoe gaan we daar als mensheid op reageren? Hè? Er zijn ook films over gemaakt, Independence Day bijvoorbeeld, is daar een mooi voorbeeld van. Ja, want nu zien we op de wereld zijn er nog altijd oorlogen, maar dan is het gewoon de mensheid tegen de anderen, hè, als dat ooit zou gebeuren. Het zou waarschijnlijk op vlak van wereldvrede het bijna enige zijn dat ons allemaal zou verenigen voor iets, zo'n gemeenschappelijke vijand. Ja, dat klopt. Dus dat is, maar dat is, ja, dat is fantasie. Als dat ooit, zou dat ooit kunnen? Ja, misschien wel. Maar ik heb gezegd, er zijn 1 miljard sterren in onze Melkweg waar dat planeten kunnen ronddraaien die op de aarde lijken, dus aardse planeten, exoplaneten. Dat zijn planeten die in een leefbare zone rond een ster draaien, waar de temperatuur tussen de min 50 en plus 50 graden zouden schommelen. Dus potentieel kan daar misschien leven ontstaan zijn. Mm-hmm. Maar ja, 1 miljard sterren, om een idee te geven, onze Melkweg is een 100.000 lichtjaar breed. Dus pak dat er aan de andere kant van onze Melkweg een kopie is van de aarde, waar dus leven op is, ja, die afstand tussen ons is 50.000 lichtjaar. Hè. Dus dan moeten we door het centrum van de Melkweg gaan reizen, wat op zich niet zo handig is, want er liggen heel veel zwarte gaten, onderweg worden ze opgezogen. Mm-hmm. Dus vandaar, en naar andere galaxies gaan reizen, dat is allemaal, dat is miljoenen lichtjaren. Ander licht dan uit, dus ja, dat is... Ja. Dat gaat helemaal niet meer. Niet zo, vandaag de dag
wat ik me nog herinner, gaat Newton, die een heel belangrijk is geweest, gaat Einstein met de relativiteitstheorie. Ja, wordt er vandaag nog altijd gebouwd op die twee? Of zijn er vandaag nog ook van die revolutionaire denkers? Of, Wel, je hebt Hawking ook, hè? Stephen Hawking, Stephen is zeker Hawking, de man van deze tijd. Hè? Maar dat was nog altijd, en Einstein ook, dat waren altijd, en Lemaitre niet vergeten. Dat is een Belg, zeker. Belgisch, ja. Want dat vak zijn we Belgen veel te bescheiden. Hè? Dus de Big Bang Theory is eigenlijk door een Belg bedacht. Oké. Ja, dus dat is eigenlijk priester Lemaitre, die heeft dat in de tijd bedacht. Dat was ook een leeftijdsgenoot. Een priester ook is ook wel heel grappig. Priester, ja, dat ook klopt. Wel, dus ook wel heel sterk. Ja. Ja, die dat dus bedacht heeft van het ontstaan van het heelal, de Big Bang Theory. Hoe hard hebben ze die gehaat in de kerk toen je daarmee afkwam? Dat weet ik niet, maar ik weet dat vroeger in de tijd. Dus Galilei, die was ook met sterrenkunde. Die heeft de eerste keer met een telescoop naar boven gekeken. Die hebben ze ook in de tijd in de gevangenis gestoken, want die kwam dingen af. Die zei van, ja, maar de zon is, zei ze, ja, de aarde staat in het centrum van alles. Hè. En dan komt hij zeggen, nee, dat is niet waar. De zon staat centraal. Ja, dat wij draaien daar rond. Ja. Maar dus op het einde was die blind, wanneer hij had te veel naar de zon gekeken. En is dan eigenlijk, ja, dat is nu is allemaal wel in ere en hersteld natuurlijk, maar in die tijd was het anders. Ja. Dus ja. Ja, ik ben wel benieuwd waar dat allemaal nog naartoe gaat. Want wat ik ook heel interessant vond dat je er net zei, hè, want we hadden even een technisch akkefietje, dat mocht niet uit, maar toen word jij wat dingen aan het vertellen. En wat ik ook heel interessant vond, was het feit dat je zegt, ja, de ruimtetuigen die we de ruimte insturen, die moeten steriel zijn. Ja, dat klopt. Ja. Dus als wij missies sturen naar Mars bijvoorbeeld, en we gaan landen op Mars, dan moeten die ruimtetuigen wel erg steriel zijn. Want doet je dat niet, dan gaan de eigenlijk bacteriën van de aarde meesturen met dat ruimtetuig. Die blijven op Mars achter. En dan, een paar jaar later, zeggen ze, ja, we hebben leven ontdekt op Mars. En dan is dat gewoon het aardleven dat we zelf geïmporteerd hebben. Ja. En er is in het verleden een missie geweest waar dat dus vooral de NASA kwaad was. Dat waren Japanners, dacht ik, die ruimtetuigen hadden gestuurd. Dat was niet steriel. Maar dat was ook niet de bedoeling dat dat ging landen. Maar op een zeker moment hadden ze die controle verloren. En dan is ze schrik, als dat ruimtetuig nu op Mars neerstort, ja, dan kan het zijn dat wij dat de bacteriën op Mars gaan afzetten. Dat is niet gebeurd, maar er is toch wat paniek geweest, want dat was eigenlijk een afspraak. We hebben gezegd, ja, we gaan dat niet doen, want dat gaat toch nergens niet neerkomen. Hè. Ja. En dat is dan inderdaad niet gebeurd, maar dat is eigenlijk internationaal een afspraak. Vandaar dat die mensen die ruimtetuigen bouwen, dat die allemaal in van die speciale pakken in die ruimtes die stofvrij worden gemaakt om zo weinig mogelijk dingen mee te sturen met die satellieten. Mm-hmm. Dat is, nu dat we toch over dat soort dingen bezig zijn. Ik heb nog niet zo lang geleden, dat is in het echt gezien in Washington, zo'n maanlander en daar ook eigenlijk, zo al die, de pakken van de astronauten. Klopt. Op het eerste gezicht had ik zoiets, dat zullen wel veel mensen nu dat zien, van amai, wat hebben die in godsnaam aan? Want dat is eigenlijk die eerste gasten, hadden bijna veredelde Timberlands aan, bij mij niet van spreken. Ja, klopt. Die maanlander, dat zie ik mezelf in een handige bui ook nog wel ineens steken, met wat zilverpapier. Nu, dat 7 meter hoog, 9 meter breed. Ja, maar dat humoristisch gedeelte opzij... Ja. Ik heb er achteraf al over nagedacht. Het is toch duidelijk dat wat wij zien als stevig materiaal, of iets dat tegen alles bestand is, dat er in de ruimte totaal andere wetten gelden. Ja. Want die mensen zijn heel hard teruggekomen. Ja. Dat is een andere vorm van engineering dan? Ja, want sowieso, veel mensen staan er niet bij stil, maar als je dus, hoe snel is de ruimte boven ons hoofd eigenlijk van toepassing? Hè? Dus in principe, als je hier vanaf een 16 kilometer hoogte boven Antwerpen, ziet eigenlijk in de ruimte, dan ziet de lucht eigenlijk gewoon zwart. Mm-hmm. En 16 kilometer is eigenlijk niet ver, hè? Ja, dus de atmosfeer is 500 kilometer dik, maar de eerste 16, dat is eigenlijk de blauwe lucht hebben zien, die wordt altijd nog donker en donkerder blauw. Wanneer je daar gepasseerd bent, vanaf 35 kilometer hoogte, zit je eigenlijk in de ruimte. En dus satellieten, zeker qua temperatuur dan, in de ruimte, als je in de ruimte bent, dan heb je in de zon een temperatuur van plus 100 graden en in de schaduw min 100 graden. Mm. En dat heeft gewoon te maken, in de ruimte is er geen lucht. Dus op de aarde verwarmt de zon de lucht, dan krijg je een bepaalde temperatuurverschillen tussen dag en nacht. En in de ruimte is dat niet. In de ruimte heb je eigenlijk een stralingswarmte, want de ruimte is leeg. Dus vacuüm, dus er is niks. Dus de ruimte geeft licht aan een ruimtetuig. En warmte. En dus aan de ene kant van de ruimtetuig is plus 100 graden warm, en aan de andere kant is min 100 graden koud. Mm-hmm. Dus als die man op de maan stonden, in dat ruimtepak was er een soort circulatiesysteem om de temperatuur in dat pak goed te houden. Dus maar als die man naar de zon richtten, werden hun ruimtepak aan de voorkant heet en aan de achterkant was ijskoud. Ja. Veel mensen weten dat niet. Dat is ook het probleem dat satellieten allemaal zoveel centen kosten, want dat moet gebouwd worden. Je hebt de trillingen bij de lancering. Je hebt het verhaal van dat vacuüm, en de ruimte is geen druk.
Dus dat is... en ook geen klank, hè. Mm-hmm. Dat is ook iets dat veel mensen... Als je naar bepaalde films kijkt, Star Wars, en de ontploffingen. Ja, ja. Maar eigenlijk klopt dat niet. Dat doen ze links en rechts in films al nu, hè. Tegenwoordig, ja. Dat ze dat gebruiken als een effect. Ik herinner mij nog in... De eerste van die nieuwe Star Trek films van J.J. Abrams, dan wordt er zo'n gat in een ruimteschip geschoten. Ja. En ineens kreeg je... En alles valt weg. Ja. Zo van geluid. Je ziet dan alleen nog maar dingen gebeuren, maar je hoort het niet meer. Nee, klopt. En dat is de wel... De ruimte is allee, dus er is geen klank in de ruimte. Dus als wij iets zien ontploffen... Uh-huh. Dan zou dat eigenlijk, als je dat in de film zou zien, oei, er is iets met dat klank mis. En dan worden er ontploffingen bij gedaan of weet ik wat, maar dat is... Want ik heb het onlangs nog gezien in een trailer van een film, Ad Astra heet die, denk ik, en daar is met Brad Pitt, en die hangt aan een soort stelling in de ruimte, en je ziet ineens boven hem allemaal dingen beginnen ontploffen, maar je hoort die niet. Nee, klopt, dat is dus, correct. Dus dat is wel heel cool. Ik denk dat ze ook wel een evolutie ontmaken in Hollywood, dat ze ook wel niet meer weggeraken. Met movie science. Ja, wat correcter. Ja. Maar er is nu, naar aanleiding van Apollo 11, is er ook een documentaire bioscoopfilm gemaakt, Apollo 11. Dat is eigenlijk een film die gemaakt is aan de hand van de beelden van in die tijd, maar volledig digitaal opgesmukt eigenlijk. Maar ja, ook beelden die nog niet vrijgegeven zijn, maar ik weet niet of het hem in België in de zaal gaat komen, maar in ieder geval in Amerika is hij in de zaal, heeft daar heel veel succes, heeft ook heel positieve commentaar. Maar we weten niet, in Nederland wordt hem gedraaid in het Omniversum, dat is dan de IMAX-versie, mm-hmm. Maar in België heb ik geen weten wat hem gaat komen, maar op Blu-ray is hem al wel te bekijken, die zijn enorm indrukwekkend, omdat je eigenlijk, dat is een film gemaakt met de echte beelden, dus dat is niet met acteurs, dat is echt Neil Armstrong al erin, Collins die dan... Altijd een derde dat ze vergeten. Zo. Ja. Buzz Aldrin weet iedereen, Neil Armstrong weet ook iedereen, en die een derde. Ja, die is meegevlogen, dat is eigenlijk wel erg. Die mocht daar mee vliegen, die moest dan zorgen dat die capsule in een baan rond de maan bleef zitten, en die mocht daar niet mee naar beneden. Ja. Die moest dan zorgen dat alles... Ja, dat is... Maar Neil Armstrong leeft niet meer, hè. Die is overleden in 2012. Dat is wel jammer, dat hem zo net de grote festiviteiten van 50 jaar geleden niet meemaakt. Ja. Ik denk dat Buzz Aldrin wel weer iets blij zal zijn. Ja, maar die heeft dat wel graag. Ja. Die is toch graag in de belangstelling. Ja, dat moet voor die tijd, dat moeten ook mensen geweest zijn die graag in de belangstelling stonden, want je moet een soort avonturier... Ja, maar Neil Armstrong heeft me toch gekozen voor zijn vakmanschap als testpiloot eigenlijk. Ik ben in de marine gezeten en dan later in de luchtvaart daar. Maar dus men heeft eigenlijk gekozen, want de vraag is, je moet op een gegeven moment beslissen wie mag je de eerste voet op de maan zetten. Men heeft dan toch hem gekozen, Armstrong, maar dat toch wat introverter van persoonlijkheid was. Mm-hmm. En ze dachten, ja, de anderen die gaan misschien te veel beginnen zweven na de maanlanding. En dus, maar Armstrong heeft ook maar een paar jaar wereldwijd, dus rond die eerste maanlanding, maar dan is hij echt meer, die hebben daarna zijn weg gegaan, die mensen is dan beginnen lesgeven. Ja. Maar ik kwam niet meer zoveel in het openbaar, dus iemand die niet maar schijn weer verkeerd. Ik vind dat ook wel iets dat je ziet, misschien, ik vind dat je ook een beetje merkt bij iemand als Dirk Vriemout. Ja. We hebben hier ook wishlists en dan denkt altijd, maar dat is precies iemand dat je nooit ergens ziet, terwijl dat een unieke figuur is. Of zien we dat verkeerd? Maar Vriemout is sowieso met pensioen, om te zeggen, die komt nog wel op ruimtevaartactiviteiten, gaat hij nog wel iets vertellen. En zo. Maar de winnen bijvoorbeeld, maar die hoorden meer. Ja, maar hij is altijd actief. Hè? Hij is eigenlijk hoofd van de Europese astronauten, heeft 2 keer een vlucht gedaan. Mm-hmm. De laatste keer nu 10 jaar geleden, maar dat wordt nu binnenkort wordt dat herdacht, dat hij 10 jaar geleden zijn laatste vlucht heeft. Ik heb het gezien toen, want ik was toen heel grappig bij U2. In Stade de France in Frankrijk. En dat was die 360 Degrees Tour, waar dat die klauw hadden laten bouwen, waar ze signalen konden opvangen uit de ruimte. Ja. En die hebben toen letterlijk een filmpje laten zien. Dat kwam op en Frank de Wien zat daar. En dat was zo, bonjour France, je suis Frank de Wien. En al die Belgen... En het zotste was, die was daar dus op dat moment. Dus dat was een heel zot moment. Dat herinner ik me nog, dat ik dacht, damn, wij zijn nu aan het communiceren met een gast... Die boven ons... Ja, rond de aarde cirkelt aan 18.000 kilometer per uur. Ja, dat kun je niet inbeelden, hè. Nee. Ik vind dat zo'n fascinerende technologie. Er is wel Bono money in voor nodig om dat te fixen. Dat is wel waar. Binnenkort gaan NASA het ruimtestation, ze gaan dat nu openstellen voor toeristen. Hè. Dus mensen, ik geloof $30 miljoen per dag
kost het om eens naar ISS te mogen gaan. Ja. Dat gaat vanaf volgend jaar zelfs daar willen mee starten, omdat ja, de NASA wil natuurlijk naar de maan gaan vliegen, dat kost ook heel wat geld, en dat ruimtestation willen ze eigenlijk vanaf. Ze hebben een contract afgesloten, dus ze moeten nu eigenlijk het ruimtestation voor toeristen gaan openstellen, of bedrijfsleider, dat zijn mensen die met veel geld naar boven willen gaan. Ze hebben dat vroeger ook wat toegelaten, maar dan via de Russen. En dus, want Frank de Wien in de tijd, als die vloog, dat was er een Zuid-Afrikaanse toerist die eigenlijk geen opleiding was, in Starship in Rusland om mee te mogen vliegen. En Frank heeft die man daar ook regelmatig ontmoet, maar die heeft daar toen, ik denk 25 miljoen dollar voor betaald, dacht ik. Holy shit. Maar dat zijn mensen ja, die... Ja, dat zal niet voor mijn budget zijn naar het ruimtestation gaan, denk ik. Maar Frank, wat veel mensen ook niet weten, is dat Frank is daar ook 2 maanden commandant geweest van het ISS. Op een zeker moment, een periode van 6 maanden, heeft hem daar 2 maanden eigenlijk commandant geweest. En dan moeten daar eigenlijk commando's geven aan Russen en Amerikanen. Omdat men toen bij de NASA vond dat Frank de meeste ervaring had. Dus ik vind dat toch... Dat is de enige Belg, Europeaan, die ooit commandant geweest is van dat ruimtestation. Al de rest dat is toch ook weer zat dat zo weinig mensen daar weten. Hè? Belgen worden op dat vlak geheel, dus veel te bescheiden. Ja, als het een Amerikaan was geweest, hadden ze er al 3 films over gemaakt. En als wij dan zo die waanzinnige dingen doen, zoals jij zegt, de Big Bang Theory, door een Belgische geestelijke dan ook nog eens. Le Maître, dat zat bij mij ook nog wel in. Ja, sommigen weten dan nog wel dat dat... Bijvoorbeeld ook iets dat veel mensen in België en Antwerpen die weten, is dat op de maan ligt een kunstwerkje van Paul van Hooijdonk. Dat is een Antwerpenaar. Och. Ja, die leeft nog 93 jaar. Ja. En die heeft dus bij, ik denk Apollo, dacht 15, 14 of 5, maar niet zeker, is er een beeldje op de maan gelegd. Mm-hmm. En dat is het enige kunstwerkje dat op de maan ligt. En dat is gemaakt door iemand van ons, van deze regio hier. Mm-hmm. En we gaan daar op Uranio aandacht aan besteden volgende maand met de maanlanding, met de denken van de maanlanding. Dus. Ja, cool. En wat gaat dat allemaal doen op Uranio? Als je daar, dus wij zijn nu al bezig met maandelijks een aantal voordrachten, de aanloop naar de maanlanding. Dus wij met al die Apollo-vluchten worden eigenlijk in een soort voordracht aan de mensen verteld wat er toen allemaal gebeurd. Bijvoorbeeld nu binnenkort is Apollo 9 en 10. En dan Apollo 11. En dan gaan we nadien een samenvatting brengen van de andere Apollo-vluchten, maar ook de leuke anekdotes van die vluchten. Want bijvoorbeeld iets wat veel mensen niet weten is, je hebt momenteel een foto dat ze zeggen, de eerste voetuitdruk op de maan. Mm-hmm. Maar dat is niet blijkbaar van Neil Armstrong. Je zou denken, Neil Armstrong is de eerste voet op de maan gezet. Nee, dat heeft Aldrin gedaan. Yeah. Dus bij bewaarde opdrachten, eens als ze op de maan waren, moest hij eigenlijk met zijn ombod een voetdruk in de maan, en hij had dan een foto van getrokken, dat ze gezegd, de eerste voetdruk, maar dat was eigenlijk de 100ste of zo, of dat is niet aan Neil Armstrong zijn eerste voetdruk, maar dat was aan de andere. Dus zo zijn er heel veel zaken die wij nu pas eerst te weten komen, omdat die nu zijn vrijgegeven. Ja. Dat is ook allemaal gefilmd in een studio in de Nevada-woestijn, hè, jongens, dat weten we dan ook, hè, de maanlanding. Wat ook bijvoorbeeld leuk is, want er zijn, dat kunstwerkje is dan min of meer officieel aan de maan meegegaan, maar er zijn in de tijd blijkbaar ook heel wat techniekers geweest die meegewerkt hebben om die maanlander, die dus in de maanlander zaken hebben achtergelaten, foto's van de familie en zo, dat die astronauten daar hebben achtergelaten. Ja. Wat eigenlijk officieel niet mocht, maar dat is dan weggemoffeld. En dan hebben ze van, echt op de maan zijn, willen die foto van ons op de maan. En zo zijn er een aantal dingen die officieus meegegaan zijn op de maan, maar dat is altijd mee. Ik weet niet wat dat waar is, of niet, dat de fameuze vlag die ze hebben neergezet op de maan, dat die omgevallen was, de Amerikaanse vlag. Klopt dat, of is dat niet waar? Bij het vertrek is dat gebeurd. Ah, dus als die terug vertrekken, is er zo een vlag terug omgevallen, want die waren ook maar... Alleen, ze konden niet echt diep boren, en ook die vlaggen waren ondersteund met een staaf, want de maan is geen wind, dus die vlag moest zichtbaar blijven. Het kan zijn dat er bij zo'n vertrek, dat er zo'n vlaggenmast omgevallen is. Misschien niet een brand gevlogen, ik hoop van niet. Laten we hopen. Dat kan trouwens ook niet op de maan. Dan was de Rus weer een beetje blij geweest. Ja, dat is het gat van arrogante Amerika. Want ook heel grappig, nog iets dat we even er straks het over hadden, dat nog niet op film stond, maar ook interessant, want daar zat ik ook een beetje op aan te sturen. Ja. Toen al de technologie die de Amerikanen op een enorme snelheid hebben moeten ontwikkelen om de Russen voor te zijn op de maan, is eigenlijk ontwikkeld door Duitse ingenieurs. Ja. Hey, vooral door Werner van Braun. Hè. Dus de Amerikanen hadden in de beginperiode toch wat problemen om raketten te lanceren. En dan hebben ze op een zeker moment Werner van Braun erbij betrokken.
die eigenlijk vroeger voor de Duits gewerkt heeft, mm-hmm. de V2 zeker ontwikkeld heeft. Ja. V1 weet ik niet, maar denk zeker de V2. Het verschil met de V1 en V2 was het geluid, geloof ik. Ja, dat zie je ook horen. De V1 maakte een fluittoon. Ja, die hoorde aankomen. De V2 nee, was echt een raket. Dat was eigenlijk een echte raket, als je dat zag. Die hangen er ook. In Washington zijn er ook een paar van En, en ze hebben winnen van baan binnengehaald om te zorgen dat ze op de maan konden landen. Dus eigenlijk... Als je dat zo bekijkt, is het een Europeaan geweest, een Duitser weliswaar, die daar eigenlijk ingezet is geworden om die Amerikaan de maan te krijgen. Ja. Hadden ze die niet hadden gehad, of hadden de Russen die winnen van wel meegepakt bij wijze van spreken na de Tweede Wereldoorlog naar Rusland, dan was het misschien nooit de eerste maanlanding geweest, of veel later. Hè. Dat zijn de dingen die je allemaal in vraag kunt stellen. Maar het is hij geweest die erin geslaagd is dat om ook, dat te kunnen doen. Dat is ook enorm conspiracy ding, hè. Dat is dat zogenaamde Operation Paperclip, waarbij dat ze eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog al die, laten we eerlijk zijn, gruwelijke misdadigers, wetenschappers, hebben ze allemaal... Nazi-wetenschappers. Ja, maar hebben ze heel veel binnengehaald om de Russen voor te zijn. Maar dat waren dus mensen die concentratiekampen, miserie hadden uitgetekend. Ja. Maar ze hebben daar een soort ethische keuze gemaakt om te zeggen, liever die bij ons hebben, dan dat ze naar Rusland gaan. Dat was... En dat is ook een doofpot geworden. Hè? Maar dat is ook de landing op de maan geweest. Hè? Dat was een pure prestigezaak voor de Amerikanen. Mm-hmm. Ineens dat die maanlanding voorbij was, allee, als men daarin slaagd was, is dat gewoon stilgelegd geworden. Dat is eigenlijk spijtig. En de logisch kon men eigenlijk nog verder gaan. Maar heeft men gezegd, we gaan naar een shuttle gaan, omdat die shuttle moest dan ook de klassieke raketten gaan vervangen. En het idee is ooit geweest, 1 vlucht per week. Ja. Men had 4 shuttles nodig en men heeft ooit 1 vlucht per maand gehaald. Maar ja, het was een onveilige ruimte. Er zijn er 2 van verongelukt in 25 jaar. Er zijn 14 mensen omgekomen. En op zich was dat wel heel vooruitstrevend, zo'n ruimtevliegtuig laten vertrekken. Want nu, de nieuwe raketten, dat zijn allemaal capsules. We gaan dus terug eigenlijk naar de technologie van de jaren 70. En je hebt dan wel het idee van... Richard Branson, met zijn Virgin Galactic. Virgin, dat is eigenlijk een klein shutteltje eigenlijk dat naar boven gaat. En dat je dus eigenlijk als particulier dan minst de nodige centen te betalen om eigenlijk een ruimtesprong kunt meemaken. En dus een kort verblijf. Allee, een paar uurtjes of een kwartiertje gewichtloos zetten gedaan. Dus dat is, Voor al de nerds thuis, by the way, er bestaat een hele coole comicreeks bij Image Comics en die heet het Manhattan Project, zo heet die. En dat is eigenlijk zo'n soort alternatief... geschiedenis vooral, dus dat klopt niet. Er zit enorm veel fantasie bij, maar daar zit heel die conspiracy in van al die, die nazi-wetenschappers die ze naar Amerika hebben gehaald. Maar dan heeft Werner von Braun, waar een bekende foto van is, dat hij zijn arm in een soort mitella zit, omdat hij iets gewond was aan zijn arm. Maar dat klopt, dat is de beste foto. Ja, dat is een heel bekende foto, maar in die comic heeft hij dus zo'n gigantisch grote mechanische arm. En ontwikkelen die eigenlijk zo interdimensional travel, want ook Einstein en Oppenheimer en al die gasten zitten daar. Ja, en dat is eigenlijk heel leuk om te lezen, omdat je weet dat er zo bepaalde dingen zijn die echt gebaseerd zijn op waarheid en op wie dat die mensen echt waren. Ja, maar er is natuurlijk van alles bij verzonnen dat die helemaal niet zo is. Ja. Ja, want omdat we toch over zo'n V2 en toestanden bezig zijn, hoe zit het eigenlijk zo het militaire aspect daarin? Gebied van ruimtevaart. Ja, dat is... dat weet ik mezelf niet. Er zullen wel spionagesatellieten momenteel zijn, maar meer dan dat eigenlijk niet momenteel. Dus daar zijn we nu minder op Urania of zo mee bezig. Daar zal ook wel een bepaalde ontwikkeling in zijn, maar... Nee, maar ik wil zeggen, als je het heelal afspeurt, waar ik naartoe ga... We hebben al veel gecoverd, maar het is soms kan dat je iets ziet dat je niet mocht zien. Nee, momenteel niet. Hey, dat is ook zo, dat is dan een ander verhaal nu wel, een andere insteek, is het de zoektocht naar mogelijke meteorieten in de aarde kunnen treffen. Hè? Dat is ook iets dat er zat aan te komen. Ja. Dat zit bijvoorbeeld ook iets dat... Hey, we hebben dus in 2013 die een inslag gehad in Chelia, Rusland eigenlijk, aan de grens met Kazachstan. Dus de stad Chelyabinsk is toen een steen van een kleine 20 meter binnengevlogen, of met die zien aankomen. Die steen had aan de snelheid van ongeveer 70.000 km per uur in de atmosfeer binnengekomen. 50 km hoogte is die uit elkaar gespat. En dat was qua beelden gigantisch knap, omdat in Rusland daar rijden heel veel mensen met een dashcam. Dus die mensen waren gewoon aan het rijden in de stad, al die mensen mee ontfilmen. En dan zie je dan de hemel dus die steen binnenkomen. Het was toen helder weer die ochtend. Het was wel koud, maar helder. De zon was nog niet opgekomen en je ziet die ze uit elkaar spatten. En dat is eigenlijk nu momenteel de mooiste beelden van een inslag van een meteorietsteen op de aarde.
die is uit elkaar geknald. Er is één brokstuk in een meer terechtgekomen, dat was bevrozen. Ze hebben een gat gevonden van 8 meter. Mm-hmm. En ze hebben die steen op teruggevonden in de bodem van dat meer. En die had een gewicht van meer dan 500 kilo. En die is bovengehaald. De rest is allemaal uit elkaar gespat in kleinere stukjes. Maar er zijn in die stad toen 100.000 ramen kapotgesprongen. Ja. Dus men heeft daar de kracht gehad van een atoomwapen, maar gelukkig op een grote hoogte dat die druk weg kon. En er zijn wel wat gewonden gevallen, 1500 mensen gewond geraakt, maar geen doden. Ja. Maar dus, zo, dan is een soort Apollo-platoïden eigenlijk. Men heeft nu de berekeningen gemaakt, maar gaat ervan uit dat dat soort stenen van een kleine 20 meter, dat die gemiddeld om de 10 jaar op aarde neerkomen. Maar meestal komen die neer in onbewoonde gebieden. Dus vandaar de vraag is, gaat er ooit eens een steen neerkomen in een dichtbevolkte omgeving? Die kans blijft nog altijd klein, want als je de aarde bekijkt, 70% van de aarde is zeeoppervlakte. Mm-hmm. De rest is land en daarvan maar een aantal procenten dichtbevolkt. Ja. Dus als een steen uit de ruimte komt, wordt de kans groot dat hem in de zee neerkomt en dat hem op land neerkomt. Ja. Nu, toevallig is dus natuurlijk een land met heel... Voilà, dat is hetgeen dat je dan hoort. Want die zeiden die verwisten in inslag in Chelyabinsk. Ja. Het zijn enkel de gewonnen hebben we hier kunnen laten zien. Het is een hele reportage. Ik kan ook even zoeken dat ik er vind, de beelden. Ja, dat is wel knap. Cool. Ja. Maar dus dat is eigenlijk de laatste grote inslag op aarde. De keer daarvoor was 1908 in Tunguska, in Siberië. En daar is een blok ijs, denkt men, neergekomen van 100 meter groot. En die heeft toen een gebied, dat is een onbewoond gebied in Rusland, maar een gebied platgelegd van de oppervlakte van de provincie Antwerpen. Oké. Okay. Dat was in 1908, 30 juni 1908. Schokgolf van die inslag is voelbaar geweest tot hier in Europa. Ik zeg ook, als dat nu was gebeurd in 1908, niet in Siberië, in Rusland, maar hier in Duitsland bijvoorbeeld, was er misschien ook een Eerste Wereldoorlog geweest. Maar dat was een ramp geweest. Dan hadden misschien honderdduizenden doden gevallen. Ja. Ik heb de beelden gevonden. Het is inderdaad, ik heb het al even gezien. Het is inderdaad indrukwekkend. Ik denk dat ze binnen subiet gaan komen. Ja, Jasmin, dat is een filmpje waar heel knap... Oh. Ja. Holy shit. Die zijn echt de wereld rondgegaan, die beelden. Hè. God damn. Zag je dat ziet, dat die steen, dat is echt geen... En mensen hebben op een grote afstand kunnen zien, maar dat is dus echt 100 kilometer van de plaats tot hem neergekomen. Mensen aan de hemel, dit is ook heel knap. Holy crap. Maar dus de... Dat soort stenen, dus pak dat gemiddeld. Dat zijn beelden uit een film, hè. Dat is waanzin, hè. Maar dus dat is, ervan uit dat dat om de 10 jaar gebeurt. En om de 100 jaar zou er dan zo eens een steen neergekomen in dichtbevolkte omgeving. Okay. Bijvoorbeeld in een buurt van een grote stad. Ja. Kijk, nu in Chelyabinsk. Dus in principe gaan we dat, puur aan de hand van de berekening die we hebben, had dat misschien nog eens voorkomen binnen een kleine 100 jaar of zo. Dus niet dat dat wekelijks voorkomt of maandelijks. Mm-hmm. Stenen ter grootte van een tennisbal of zo, dat komt wel dagelijks op aarde neer. Stenen ter grootte van een voetbal, dat komt misschien een paar keer per jaar op aarde neer, maar dus niet... grotere exemplaren is heel, heel uitzonderlijk. En hoe groot zou er een moeten zijn om echt catastrofale gevolgen te hebben? Goh, dan moeten we praten over stenen van kilometers groot. Ja. Hey, bijvoorbeeld de steen die de dinosaurussen vernietigd heeft, werd geschat op 10 kilometer. De steen die bijvoorbeeld in Arizona is een hele mooie meteorietkrater te zien in de woestijn. Ja. Dat is gevormd door een steen van 50 meter. Dat is een krater van 1,2 kilometer. Ja. Dus als een steen van 50 meter groot neerkomt in ons land en die slaagt neer in Brussel, dan bestaat België niet meer, want je hebt niet alleen de krater, maar je hebt ook door de inslag een gigantische drukgolfverplaatsing rond die krater. Dus 80 kilometer rond die krater wordt alles weggeblazen. Ja. En dan krijg je dus... vlak oppervlak. Wat je wel niet hebt bij meteorietstenen is de straling. Bij atoombommen kun je nadien niks meer doen. Hè, dat je niet is bestraald. Bij meteorietstenen niet. Nee. Dus dan in Chelyabinsk, nu in Rusland, die mensen hebben daar alles terug kunnen heropbouwen en die hebben daar echt voor de rest niet. Buiten dan souvenirjes dat ze hebben overgehouden om stenen dat ze gevonden hebben in de tuin. Of zo. Klopt dat? Is de Golf van Mexico niet ook een inslag geweest? Dat is de plaats waar dat de dinosaurus... Yucatan, hè? Ja, dat de Maya's en zo ze hadden. Hè? Ja. Klopt. Daar is die in de tijd neergekomen, 5-6 miljoen jaar geleden. En kunnen ook over speculeren, maar stel uit, die was neergekomen niet op land, want die is op land neergekomen daar, en dus een stofvolk gekregen. Was die nu in de zee neergekomen? Dan hadden misschien vandaag hier op aarde nog altijd dinosaurussen geweest. Omdat je niet weet wat is de impact op zeewater is anders dan op land. Op zee kreeg je grote tsunamis en kreeg je heel wat stoom waarschijnlijk van verdamping van water. Maar dat is een heel ander effect dan op land, waar je heel veel stof krijgt. Ja. Dus misschien had een deel van de dinosaurussen dat overleefd, dan waren er vandaag ook geen mensen geweest. Ja. Wat ook heel mooi is, als je dat is wel zot, het idee dat je... We hebben trouwens onlangs daar, heb ik op Radiolab podcast gehoord.
Ze hebben zo'n nieuwe theorie over die dinosaurus. Dus een inslag is al lang, maar nu... Ja. Ik kon hem ook niet helemaal vertellen, want dan ga je fouten maken en dan kun je de hele wereld op je dek. Ja. Maar het was wel... Het was heel raar om het te maken met een soort glas. Dat eigenlijk... ze hebben er zo langs aangekomen, dus eigenlijk dat de gassen... Dus er komt door die krater die nou inderdaad zowel Manhattan-achtige afmetingen had. Mm-hmm. Ja. Van alles gebeurt. Gas in de lucht en dat is beginnen verbranden. Of dan wordt dat glas en dan koelt het af. En dan hebben die eigenlijk een soort regen gehad van glasscherven. Klopt. Maar dat is in het zotste van al was, dat eigenlijk... want dan was zo de vraag, stel dat je in Nieuw-Zeeland rondloopt. Hè, als, dan zei ze, je bent een kleine dinosaurus in Nieuw-Zeeland, heb je daar last van. Mm-hmm. En je hoort waarschijnlijk niet een inslag. Mm-hmm. Maar blijkbaar was dat... Was het na 24 uur of 2 uur, het maakt niet uit, maar dat was heel kort. Die hebben allemaal niet lang niet meer geleefd. Dat is, dat is gestegen op het aardoppervlak, dan is daar een soort scherm van glas gekomen. Ja. En ze hebben dat blijkbaar gevonden doordat ze in de lagen van 65 miljoen jaar geleden, wat het gebeurd is, hebben ze daar niet eens een heel klein dingetje gevonden dat ze niet konden... Klopt, ik heb het gelezen. Maar dat is woestijnglas. Bijvoorbeeld meteorieten in de woestijn terechtkomen, dat zand dat daar ligt, dat gaat door de hitte verglassen. Ja. En dan krijg je impactglas. Nu is dat Libisch woestijnglas bijvoorbeeld, is daar een voorbeeld van bij een piranha zoiets liggen. Dat is eigenlijk gesmolten zand door de inslag van meteorietstenen. Ja. Mm-hmm. Maar dat kan ook geweest zijn. Ja. Je hebt meteorieten en je hebt ook kometen, die dus een mooie staart hebben en die heel mooi zijn om te zien. Wat is eigenlijk het verschil? Of hoe komt die staart er? Nou, de kometen zijn eigenlijk grote blokken ijs, dat is een paar kilometer groot, maar dus die komen in de buurt van de zon, die beginnen eigenlijk te smelten of te sublimeren. Die gaan eigenlijk van vaste vorm in gasvormige toestanden. Dan krijg je eigenlijk een staart van stof en van gas. Blauw is dan de gasstaart en wit is de stofstaart. En die kometen laten stofjes in de ruimte achter. Dat zijn stofwolken. En als de aarde daar in haar baan rond de zon invliegt, dan krijg je vallende sterren te zien. Ja. Dat is ook iets dat veel mensen niet altijd weten. Wat is nu een vallende ster? Dat is eigenlijk stof afkomstig van kometen die botst op de damkring. En we vliegen met een snelheid van 108.000 km per uur rond de zon. Mm-hmm. Dat is een gigantische snelheid. En dan botsen die stofjes op de damkring en op een hoogte van 70 kilometer gaan die eigenlijk daar oplichten. Dus die gaan door de wrijving gas ontwikkelen en je krijgt een soort teelbaaseffect, dat is hetgeen dat je ziet, 2 seconden maar. Ja. En dat stofje zelf gaat niet branden, want op die hoogte heb je niet de juiste luchtsamenstelling. Dat stofje is ook te klein om te branden. En dat is stoffelijk dat je op je kassen tegenkomt, zo'n klein stofjes, en die dwarrelen neer op aarde. En dus iedere dag valt er op de aarde 1000 kilogram, 1 ton kosmische stof per dag uit de ruimte naar beneden. Ja. En dus wij zien normaal gemiddeld 5 à 10 vallende sterren per uur s'avonds naar boven kijken. En soms een paar keer per jaar vliegt de aarde door een dikkere stofwolk, in augustus, en dan zie je tot 1 vallende ster per minuut. Ja, dan zie je er heel veel, Ik zeg altijd aan de mensen, als dat stof thuis op je kassen ligt, en door mijn stof valt het stof af, dan kunnen daar 3, 4 stofjes in zitten die ooit een vallende ster geweest zijn. Dus ik zeg tegen mijn vrouw thuis stof niet afdoen, want dat is kosmisch materiaal. Inderdaad, laat dat liggen, lieve. Jij vooral als excuus gebruiken waarom dat je niet afstoft. Bijvoorbeeld. Dank u wel, dat is een van de beste excuses die ik al in jaren heb gevonden. Voilà, ik ga hem volle bak gebruiken vanaf nu. Liever, dat is kosmisch stof, laat dat liggen. Dat is een deel van het heelal. Ja. Voilà. Ik denk dat die vlieger toch niet gaat opgaan bij huizen Agnew. Maar je ziet dat stof trouwens ook vliegen als de zon binnenschijnt in de living. In die zonnestralen zie je al die stofjes rondvliegen. Ja. Wel, daartussen zitten ook een aantal stofjes die afkomstig zijn geweest misschien van een vallende ster of van een komeet. Maar niet gevaarlijk of zo. Dus dat is... En we hebben het al een paar keer gehad over de Big Bang Theory en over onze Belgische geestelijke die dat helemaal heeft bedacht. Wat is het idee daar eigenlijk achter? Want ik heb het, je weet dat dat een explosie is. Je weet dat dus een oeratoom die geëxplodeerd is. En daaruit is eigenlijk ruimte en tijd eigenlijk ontstaan. Dus dat is uit elkaar gegaan. Dus eigenlijk is er een soort van, na die Big Bang is er een ruimte soort... Ruimte en tijd. Ik vind het een heel raar ding om te bedenken. Ja, want tijd, dus ruimte is oneindig, maar de tijd ook. De tijd stopt ook niet. Het enige wat dus een begin en een eindpunt heeft, dat is materie. Hè. Sterren worden geboren en hebben een dood. Hè. Sterren leven ook niet oneindig. Mm-hmm. Dus als een ster wordt geboren, je hebt erbij die 1 miljard jaar leven, je hebt erbij die 10 miljard jaar leven. Dus dat is...
Maar de ruimte en de tijd zijn dus inderdaad oneindig. En dus na de Big Bang is er een soort van web gevormd in de ruimte, compacter dan hetgeen we vandaag nu zien. En in dat web, in die verdichtingen, zijn dan eigenlijk de eerste melkwegstelsels gevormd, of de eerste sterren gevormd. En eigenlijk is onze zon onze ster eigenlijk is een tweede generatie ster na het ontstaan van het heelal. Dus vroeger stond hier eigenlijk een andere ster. Mm-hmm. Die is eigenlijk doodgegaan en door die explosie is eigenlijk de zon gevormd met de huidige planeten. Dus wij zijn eigenlijk een product dat eigenlijk de tweede generatie na het ontstaan van het heelal. Dus ja. Zo is het eigenlijk alleen. Eenvoudig uit te leggen, want het is... Ja. Ja, dat lijkt me... Is dat niet iets dat je, als je dat zo hard bestudeert en je kijkt er zo hard naar... Ik heb ook ooit zo'n heel mooie foto gezien die met de Mars erover getrokken is. En dat was eigenlijk een soort, dat je zo'n soort schaduw zag, waar je een klein beetje de aarde zag uitkomen. En je zag ook, ik weet niet meer welke planeet het was. Was het nu... Het was er in ieder geval één die enorm ver al van ons af lag. Maar als je het daar zag, was de afstand... Ja. Niks. Nee. Leek het alsof dat vlakbij was. Welke planeet was het? Ik weet niet. Je moet dat eens even opzoeken. En er is dus een mega coole foto. Ja. Maar die foto die dat eigenlijk tegelijkertijd zo al duidelijk maakt, dat we voor ons al bijna onoverkomelijke afstanden zijn, dat in het heelal zo goed als niks is. Nee. Als je je zo lang al bezighoudt met de studie van het heelal... Maar ik ben eigenlijk een popularisator, want ik heb niet de wetenschappelijke studie, ik ben geen onderzoeker. Wat wij doen is populariseren, ik ben eigenlijk een autodidact. Okay. Dus ik heb puur door kinds af aan boeken beginnen lezen, dan op de sterrenwachtcursussen gevolgd. En eigenlijk van mijn hobby mijn beroep gemaakt. Ja. Dus ik gids ook mee, dus ik doe ook rondleiding, dus ik heb wel die apparatenkennis nodig. Ik heb ook wel wat vragen daarover. Maar ik ben zeker geen onderzoeker. Er zijn in ons land mensen die daar nog veel meer dan kennen dan ik. Dus ik ben iemand die wel wat van sterrenkunde weet, meer dan de gewone persoon of de gewone Vlaming. Een pak meer, zeg maar. Allee, ja. Ik ben misschien ook niet de graadmeter, want ik weet dat weer uitzonderlijk weinig. Maar wat ik wou zeggen is, zelfs als je dat doet, vanuit die fascinatie dat jij ermee begonnen bent, je ze beginnen kijken naar boven en naar het heelal en wat er allemaal is... Geeft u dan niet een ongelooflijk nietig gevoel? Ja. Een soort, wat stellen wij hier eigenlijk allemaal voor? Ja. Met onze dagdagelijkse beslommeringen en de verkiezingen en noem het allemaal maar op. Al die dingen die je hebt. Dat je doet alsof je het centrum van het universum bent en de dingen waar jij mee bezig bent, dat gaat over tijdspannes en over afstanden. Eén uit de hand gelopen stofwolk die van zijn baan afgaat en... Ja, we zijn niet meer bezig over de verkiezingen. Nee, dat is zot, hè. Ja. Dus nu, maar eigenlijk ook verdienslagen van meteorietstenen, wat is de kans dat ooit bijvoorbeeld hier gebeurt, blijft zeer klein. Hè? Dus we moeten niet met een angst gaan lopen dat we ooit worden getroffen. Dus zeker de grote exemplaren, men heeft ook een berekening gemaakt, gemiddeld om de 100 miljoen jaar komt er een hele grote neer, gelijk in de tijd met dinosaurussen. Dus dat is nu 50 miljoen jaar geleden gebeurd. Dus in principe binnen 30, 40 miljoen jaar kan dat opnieuw gebeuren. Maar dan is de vraag... Wat gaan we als mens dan doen? Kunnen we ingrijpen? Toen in een tijd was dat niet mogelijk. Vandaag zijn er van alle plannen die klaar liggen. Die Armageddon. Armageddon. En die impact. Bruce Willis. Met Bruce Willis nodig. Die mag nog niet dood. Die moeten we invriezen tot dan. En dan gaat hij het komen redden. We moeten het allemaal in orde brengen. Maar dus... zo'n aspect dat er zo'n meteorietsteen op ons afkomt, er is een bewakingssysteem momenteel. Er zijn dus in Californië en op Hawaii zijn er telescopen die iedere nacht beelden maken van de hemel. Dus die scannen de hemel eigenlijk af. En wat doen die? Die gaan nacht per nacht die beelden over elkaar leggen. En dus sterren gaan ten opzichte van elkaar niet veranderen, maar meteorietstenen, planeten en zover wel. En ze gaan op zoek naar nieuwe objecten die mogelijk een aarde kunnen treffen. Dat is onder toezicht van het Amerikaanse leger. Dat is een project van NASA onder toezicht van Defensie. En dan is de vraag natuurlijk, stel voor dat ze ontdekken dat er een meteorietsteen naar onze richting komt, wat kunnen we dan doen? Mm. Dus je kunt dan inderdaad misschien naartoe vliegen, erop gaan landen, dat volsteken met kernwapens en dat laten ontploffen. Maar dus... Dat lieve scheiden toen hem hier zat, was hem dat al aan het weerleggen. Omdat hij toen had gezegd, dat ding heeft geen atmosfeer, dus je kunt er niet op landen. Nee, dat is ook niet... Ja. Een van de denkpisten zou kunnen zijn, we sturen daar een kernwapen naartoe bijvoorbeeld, en we gaan door een kernexplosie,
in de ruimte die hem steen van baancorrectie geven. Eigenlijk is dat veel simpeler, want je hebt het systeem van actie-reactie in de ruimte. Op het moment dat je iets veroorzaakt, een explosie, dat is actie, dan krijg je een reactie, dus die steen corrigeert jij van baan. En als dat op tijd is en je krijgt een kleine correctie, dat is in de ruimte gigantisch verschil in kilometers. Mm-hmm. Maar we zijn er wel mee bezig, hè? Want die steen die in Rusland is neergekomen, die hebben we niet zien aankomen, omdat die eigenlijk wat te klein was. Hè? Ah, ja. En de vraag is ook, hadden we iets kunnen doen? Je zit daar met een stad met 500.000 inwoners, een stad zo groot als Antwerpen, had die maar eens evacueren. Mm-hmm. Toen je daar voor aan het wet wat er een neerkomen, we weten ook niet wat de schade zijn. Dus nu hebben ze achteraf, is het allemaal meegevallen. Want dus kleinere stenen, die spatten uiteen, die veroorzaken vooral een grote geluidsdruk, de hele grote, als die neerkomen, krijgen een krater. Ja. Dan hebben dus... eigenlijk in Arizona, een meteoriet. Maar stel dat je, wederom, dat is weer zo'n dummy-vraag. Ja. Dus dat je een atoomexplosie kunt laten afgaan in de ruimte, die corrigeert van koers en die scheert rakelings naast de aarde. Ja, krijg je dan nog altijd door die beweging of het voorbijkomen schade, of moet je echt inslagen? Je moet echt inslagen. Ja. Dus dat kan afketsen in de atmosfeer ook. Mm-hmm. Maar normaal gezien, als we iets zien afkomen, dan gaan we op tijd ingrijpen. Dus ik denk wel dat er vandaag... Het is een bewakingssysteem die... De vraag is ook, stel voor dat ze dat ontdekken, gaan ze dan ook communiceren? Ja. Gaat men dan ook... want dat gaat ook de paniek veroorzaken. Je kunt gewoon zeggen, we hebben er een gevonden en we zijn ermee bezig. Maar 100 mensen zeggen, maar stel voor dat dat mislukt. Hè, waar gaat die neerkomen? Komt die meer in Amerika? Komt die meer in Europa neer? Komt die in Afrika neer? In Azië neer? Maar dat kunnen ze wel berekenen. Dus dat kan al een volkstroom, dat die in Amerika komen al die Amerikanen terug naar hier. Hè? Stel je voor. Ja. Dus men gaat dat sowieso, vandaar dat ook Defensie erbij betrokken is, dus dat gaat sowieso geheim blijven. En men zal eerst alles in het werk stellen om uit te schakelen of correctie door te voeren. En achteraf zullen ze communiceren, goed, we hebben het gedaan, het gevaar is geweken. Ja. Want dan krijg je een ontwrichting van heel de maatschappij in de wereld. Hè. Mensen gaan zeggen, maar ik niet meer werken? Als we nog een paar maanden te leven hebben, dan krijgen we... Dat zal wel zijn. Dat komt altijd wel goed in die films. Hè. Ja. Dat soort van die apocalyptische films. Hè. Dat is altijd een scène dat iedereen dan zo begint te plunderen. En, ik heb zelfs zo'n kleine film dat eigenlijk een hele mooie is. Ik denk dat die heet Seeking a Friend for the End of the World. Ja. En dat zegt letterlijk, dus de aarde is aan het eindigen. Er wordt ook niet gezegd hoe dat het komt, maar iedereen begint massaal dood te gaan en je krijgt zo'n soort zoektocht van ene gast die zo nog wat rondrijdt en uiteindelijk eindigt met een andere persoon en die zijn met twee zo, hebben die nog zo'n gelukkig momentje. Ja. En je ziet de rest van de wereld is aan het ontaarden in feestjes en god weet wat allemaal, of apocalyptische doembeelden. En die hebben zoiets, weet je wat, we gaan gewoon thuis blijven. En dat idee. En je vraagt je toch altijd af wat je zou doen als je dat te horen krijgt. Hè? Ja. Want er moet dan toch een moment zijn, stel dat dat op ons afkomt. En dat is allemaal heel tof als die dan kunnen zeggen, we hebben het gedaan, jongens, het is in orde. Ja. Dan gaat er waarschijnlijk heel het internet volstaan met, het zal wel weer waar zijn. Wel ze hebben weer iets verzonnen, zodat ze hun eigen weer kunnen... Hè? Want 9 van de 10 weten dat een Amerikaan al meteen gaat zeggen, we did it and we saved the universe. Hè? Want je kunt het, Trump waarschijnlijk better than any other universe. Ja. Dus je weet al waar dat dan naartoe gaat. En daarom denk ik ook altijd, in deze tijd, het is ook zo raar dat we tegelijkertijd weten we meer dan dat we ooit geweten hebben. We kunnen dingen zien die we nog nooit niet hebben kunnen zien. Ja. En er blijft toch nog altijd zo van die mensen die maar blijven beweren dat allemaal nonsens is. Ja, flat earth. Een flat earth society, die soort dingen beginnen zeggen. Van dat is toch allemaal maar niet waar. En die aardefoto, die beroemde foto die je ziet, dat is inderdaad eigenlijk een platte schijf, want je ziet niet de nachten. En dat je echt denkt, in deze tijd zijn er echt nog mensen die dat zich daarmee willen bezighouden. Ja. Waar komt dat vandaan, denk je, dat gevoel? Dat is geleden dat de wereld ging vergaan in 2012. Oh ja, er is met ook nog film over. De Maya-kalender stopt. En dat ging de wereld vergaan, omdat dan de planeten op een lijn gingen staan en dat de zon heel hoge activiteit ging hebben. En er toch heel wat mensen, die zijn dan bunkers beginnen bouwen om hun eigendommen verkocht om in de grond te kruipen. En er is eigenlijk niks gebeurd. Hè. De wereld is al een paar keer in mei 2000 de wereld ook vergaan, omdat de planeten ook op een lijn gingen staan. Mm-hmm. Dus dat is ook zo'n invloed, dat die planeten op een lijn gaat. We kunnen dat wel meten, maar dat is voor de rest, gaan we daar niks van merken.
Mm-hmm. En dat is ook zo, pak de vijf van vandaag een kalender gebruikt, op een zeker moment stopt die kalender omdat nadien geen zin meer heeft. Dat gaat de wereld vergaan, want de maakkalender stopte dan. Dat gaat de wereld gaat vergaan op die een dag. Dus dat is zo. 31 december. Ja, dan is des mijn kalender gedaan. Dus ik vrees dat we niet lang niet meer hebben, mannetjes. Pak het ervan, zolang dat je nog kunt. Puur praktische vraag. Bij de sterrenwacht Urania, jullie hebben daar materiaal voor dat te doen. Ja. Telescopen. Telescopen. Is dat dan ook niet een beetje een... hoe zal ik het zeggen? Een financieel ding, want dat moeten toch gruwelijk dure dingen zijn? Dat valt wel mee. Je hebt eigenlijk basistelescoopjes voor €250. Dat zijn dan de mobiele kijkertjes. En je hebt dan telescopen van een paar duizenden euro's. Onze telescoop in de toren is nu bijna 20 jaar oud. En die kostte toen €35.000. Maar dat zijn zaken die... Nog te doen zijn. Dat gaan we nog wel. Ja. En dat gaat lang mee? We hebben toegangsgelden. Ja, dat gaat wel heel lang mee. Dus optiek... kunnen echt jaren, dat is verslijt niet echt door kijken, dus je kunt daar 20, 30 jaar door kijken. Maar bijvoorbeeld de beste telescoop dat er nu is, hoe verhoudt je zich bijvoorbeeld tot wat jullie hebben staan? Ja, wij hebben altijd in verhouding een kleine kijker. Onze grootste kijker heeft een opening van 40 centimeter. De kijkers in ons land hebben een opening van een meter. En dus internationaal bijvoorbeeld, als je naar de Canarische eilanden gaat, of La Palma, dus La Palma Tenerife, dat staan kijkers met spiegels van een paar meter. Dus dat is... Maar dat zijn kijkers waar ze visueel niet meer doorkijken. Dat is echt met camera's. Hè. Mm-hmm. En vroeger ging een sterrenkundige nog naar Chili om daar mee te gaan waarnemen. Vandaar doen die mensen gewoon een klassieke bureaujob van 9 tot 5. En dan wordt er s'nachts door techniekers beelden gemaakt. En zij verwerken die gewoon op de universiteit of zo. Dus dat wordt niet meer. Die moeten niet meer naar Chili gaan of zo. Misschien nog wel voor congressen, maar niet zozeer het waarnemen. Mm-hmm. Wij kijken door een telescoop. Mensen kunnen bij ons nog visueel door iets kijken. Tegenwoordig, die professionals allemaal met camera's. Ja. Dus die kunnen niet visueel daarmee zien. Klopt dat de Hubble-telescoop, dat de doorkijk dat die eigenlijk heeft, dat dat een rietje ongeveer is? Dat is niet groot. Nee. Dat is heel klein. Daar hangt een camera achter. Hè. Dus dat is, daar kun je visueel niet... En dat is bij al die professionele telescopen, als je gewoon een professionele sterrenwacht bezoekt. We hebben dat met Urania vroeger verschillende keer gedaan. Als wij reizen doen, en dan gaan wij een sterrenwacht bezoeken, dan laten die mensen die infrastructuur zien, dus de telescopen zien. En nadien gaan ze dan met een kleine mobiele kijker, dan zeggen ze aan ons van, ja, je mag dat dus met die mode dan waarnemen, want zelf weten ze niet altijd objecten staan. En wij hebben meer ervaring met het waarnemen van de klassieke sterrenhemel en de objecten gaan zoeken, de nevels gaan zoeken. En dan mogen wij die kijker richten van hen, omdat zij dat soms niet altijd kunnen. Of fijn is het, maar gewoon coördinaten intikken in de computer en die kijken er ook naartoe. Ja. Wij doen dat visueel met een zoeker. Hè. Wij gaan die zelf opzoeken, dus dat is nog niet anders. Dat is ambachtelijker. Want die Hubble, ik ben waarschijnlijk dingen door elkaar aan het halen. Hubble hangt in de ruimte. Die hangt in de ruimte. Een baan rond de aarde, op 500 kilometer hoogte. Ja, klopt. Ja, en er is ooit de eerste foto's die ervan getrokken waren, die waren redelijk floe. En dan hebben ze er een lens moeten gaan hangen, hè, omdat dat en het beste is, dat is vooral dat ik ooit van de lieve Scheiren heb gehoord, dat die een astronaut, dat er dan moest opzetten, die kijkt dan door die camera en die zei op dat moment, hallo Hubble. En dat is zo nog een van die kei-bekende dingetjes, dat die even hallo tegen de Hubble-telescoop zegt, terwijl dat om die lens aan het vervangen is. En van dan waren dat perfecte foto's. Ja, maar daarvoor was het dus echt niet. Ze kregen dat terug en ze dachten, god, hebben wij er zo voor miljarden zo'n ding in de ruimte gaan hangen, dat echt geen hol goeie foto's krijgt. Nou, dat kan gebeuren. Dat is niet verantwoord. Is dat... Ik vind het een foutje. Wat ik wel altijd, dat je die foto's hebt en zo, dat is wel die pracht en die praal dat je soms ziet. Mm-hmm. Dat is waarschijnlijk ook diep technisch of zo, waar ik ook absoluut niet goed in ben. Heeft dat te maken met... dat zijn precies altijd kleuren dat ik nooit hier zie. Nee, dat wordt met filters bewerkt. Hè. Dus eigenlijk zit er heel weinig kleur als je door een telescoop kijkt, zelfs op Urania, naar een nevel. En bijvoorbeeld een Orionnevel is zo'n wolk in de ruimte waar sterren worden gevormd. Dus in de boeken zijn dat vooral nevels met zo'n roosachtige schijn. Een telescoop die wij op Urania hebben, daar zie je die gewoon in zwart-wit. Mm. Voordat je kleur ziet met telescopen op aarde, moeten naar kijkers gaan van minstens een meter. Maar echt de hele kleurrijke beelden van de Space Telescoop, daar wordt heel veel bewerkt met computer om daar veel meer uit te halen. Maar zo kleurrijk is het heelal eigenlijk niet. Dus we hadden allemaal... Allee, we zijn nu teleurgesteld. Ja, mega teleurgesteld. Wat een leugens allemaal, man. Ja. Nee, maar ik dacht... Oh ja, want ik ben een vraag gezien. Ik dacht, komt dat... Ik was al veel te veel aan het nadenken. Die zouden dat prisma geven, dat er van alles... Dat werd achteraf allemaal bewerkt. Ja. Dus je hebt wel wat kleur, maar dat zijn veel fletsere kleuren. En, maar zo echt hele kleurrijke beelden die we vandaag zien van nevels, dat is ook om een aantal details in die wolken vrij te... En ook wat mooier te maken. Je moet ook rekenen...
het publiek wil dat ook wat mooier zien. Het zou heel, heel saai zijn dat het allemaal heel... allemaal zwart-wit beelden zouden zijn, of beelden met heel weinig kleur in. Maar langs de andere kant dan, wat ik me nog herinner, het zogezegde, wat is dat, het noorderlicht? Het noorderlicht, aura, ja. Aurora, ja, aurora, 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 ja, poollicht, ja. Dat is dan, want dat heeft ook iets met de zon te maken, of zo is dat? Ja, ja. Want ja, dat is ja, dan wel, dat, is zonne... dat zijn wel zotte kleuren. Ja, die maar, niet dat gebeurt, maar dat gebeurt in de atmosfeer, hè. Dat gebeurt ja. op 70 kilometer hoogte. Dat zijn eigenlijk, dus de zon heeft uitbarstingen. En dus nu is de zon bijvoorbeeld een heel rustige periode. Nu is om de 12, om de 12 jaar een hogere zonneactiviteit. En dus nu zitten we in zonneminimum, de komende jaren gaat die activiteit toenemen. En dan krijg je dus meer vlekken op de zon en meer uitbarstingen. En bij die zonneuitbarstingen, vanuit die zonnevlekken, zijn er gigantische flares, materiaal dat de zon wegblaast. Dat zijn eigenlijk elektrisch geladen deeltjes. En die worden met een snelheid in de ruimte geblazen van tussen de 500 en de 1000 kilometer per seconde. En dan komen die naar hier op 3 dagen tijd. En die deeltjes botsen met het aardmagnetisch veld. De aarde, daar gaat dat, die deeltjes eigenlijk afbuigen naar Noord- en Zuidpool. Daar gaan die in de atmosfeer oplichten. En we zien dan poollicht. Dus mm-hmm. eigenlijk materiaal van de zon, elektrisch geladen deeltjes, die eigenlijk oplichten in de atmosfeer boven Noord- en Zuidpool. En dan krijg je dus heel kleurrijke beelden. Dat kan dus statisch poollicht zijn, maar dat kan ook bewegelijk poollicht mm-hmm. zijn met alle mogelijke kleuren. Blauw, groen, rood, hè, dus de 3 hoofdkleuren. Ja. Ik heb het zelf al in Nederland eens een keer mogen zien, poollicht, in 2002, bij een heel krachtige uitbarsting. Maar ik ben nog niet in Scandinavië geweest. Ik zou dat wel eens heel graag willen zien, eigenlijk. Dat is zoiets dat ik wel eens wil doen. Zo. Nou, ja, als je weet dat er zo'n periode is, dat er enorm veel activiteit gaat zijn, ja. Dan is de kans groter maar dat is, je het gaat het is zien. Zo, er zijn 2 periodes in het jaar dat je eigenlijk de meeste kans hebt. Dat zijn de periode van de equinox, noemen we dat. Dat is 21 mm-hmm. september en 21 maart. Ja. Dan heb je sowieso een betere stand van de aardse as ten opzichte van de zon. En dan heb je dus de mooiste poollichtbeelden dat je dan kunt maken. Ik weet dat Tom Waas in kader van zijn reizenprogramma poollicht is gaan opzoeken, want daar zie je ook heel mooi dat het niet evident is om het te zien. Hè. Het is niet mm-hmm. als je daar zijt, het is helder weer, van nu wil ik poollicht zien. Nee, je moet daar ook op wachten. Ja. En soms is dat poollicht maar een kwartier te zien, soms is dat uren te zien, soms is dat heel statisch, soms is dat heel spectaculair. Ja. Maar dat geeft een heel mooi beeld, vind ik, in de reportage, want mensen gaan ervan uitgegaan op vakantie, wees kunnen daar, ik zal het wel kunnen zien, het moet helder zijn. Ja. De maan mag niet hard stormen, dat is iets minder erg. Maar voornamelijk, je moet op het juiste moment zijn. En soms kan dat ook uren gewoon niks te zien zijn, dat je dus helemaal geen poollicht hebt. Ja. Maar het is wel heel spectaculair. En eigenlijk, het verschijnsel op zich kan je een beetje vergelijken met een beeldbuis van een tv van vroeger. Daar maak ik meestal de vergelijking van. Dus bij een beeldbuis zit dus ook de lamp, mm-hmm. die elektrisch geladen deeltjes op je scherm liet komen. En je hebt dan eigenlijk de 3 hoofdkleuren en die gingen dan aan en uit. En zo vormen die eigenlijk een beeld. Wel, eigenlijk is poollicht hetzelfde. Hè. De zon is eigenlijk de lamp. En die stuurt naar de aarde elektrisch geladen deeltjes. En de atmosfeer is de beeldbuis. Mm-hmm. En daar krijg je dus boven Noord- en Zuidpool dat kleureffect. Want daar zie je de sterren gewoon door. Hè. Die sterren, dat zijn lichtgordijnen op 70 kilometer, maar dat zie je er gewoon door. En de mensen, de sterrenkundigen in die regio, wij vinden poollicht fantastisch, maar die vinden dat een hinderlijk verschijnsel. Want dat gaat waarnemen zijn op de Orionnevel. Plotseling komt daar poollicht in beeld, weer al poollicht in beeld. Ja. Die vinden dat lastig, dus die vinden dat storend. Ja, again with the polar light. Dus ja, wij zouden dat graag willen zien. Zij zien dat daar te veel poollicht is. Dat is ook weer een typische menselijke ja, reactie. Ja, dat is ook zo, ja. Inderdaad zo. Björn, what do you think? We are tourists. Zo kaaslicht gezien. Ja, man. Wel cool. Dingen, want er was ook iets, omdat we het wederom, we hebben het nu wel over van alles gehad, maar ja. De Big Bang en het uitdijnen van het universum, dat is iets dat je ook constant hoort. Hè? Ja. Dat constant blijft uitdijnen. Het al blijft uitdijnen, dus als dat zo blijft duren, dan gaat het er zeker met volledig uit over. Maar dat, ja, maar dat kan ook zeggen, het kan misschien op termijn ook terug in elkaar starten. Terug inkrimpen, ja. Dat was ook het idee. Dat je dus dat zou een verklaring kunnen zijn waar dat... het ontstaan van het heelal, hè, want het heelal is ontstaan uit niets. Hè, mm-hmm. Geen oeratoom, wat was er ervoor? Vraagteken. God. Dat was God, hè. Ja, God, dat was kip of God het ei, heeft dat hè, allemaal gedaan. Ja, God, ja. God heeft die oeratoom. Mm-hmm. Maar dus als het heelal terug in elkaar zou storten, ja, dan dat is, pakt, hè, 15 miljard jaar geleden is het ontstaan, dus dat had misschien terug in elkaar storten, dan krijg je terug een punt nul, mm-hmm. en krijg je terug opnieuw, waarschijnlijk nadien in die Big Bang of zo. En dat zou dus een mooi verhaal misschien kunnen zijn. Misschien was onze eerste Big Bang, die dat wij vermoeden, niet eens de eerste. Zou kunnen. Allee, dat is puur filosofie. Dus het zou kunnen dat... dat zou een verklaring kunnen zijn, de ruimte en tijd zijn oneindig. En misschien het heelal, dus het uitdijnen, het in elkaar storten, dat misschien ook oneindig al bezig is. Maar dat is puur een... Allee, ja. Deze is dat weet ik niet. Dit is geen persoonlijke vraag. Ik wil even op voorhand zeggen. Ja. Maar zijn er ooit... of zijn er voorbeelden van mensen, hè, dus van liefhebbers tot extreme liefhebbers, tot wat u doet, tot echte wetenschappers,
Ik hoor daar nooit, en met een ander gezegd, een beetje voor te lachen, God. Ja. Hè? Maar eigenlijk is dat... daarom dat ik ook zeg, het is zeker geen persoonlijke vraag, dus je moet er ook niet op antwoorden. Mm-hmm. Maar zijn er voorbeelden van wetenschappers die toch religieus zijn? Of is het wetenschappelijk benaderen van heel dat ding sowieso, sowieso als gevolg dat je er niet meer in gelooft? Voor ons, ik kan eerder... Ik heb op zich niet zoveel met de godsfiguur zoals we hebben, maar als het over heelal toestanden gaat, dan zijn dat momenten dat ik bescheidener word. Dat ik denk, goh, ik weet het, we weten het niet. Ja, Lemaître was een geestel, een christen, dus die heeft dat... Ja, de meerderheid van de mensen die met wetenschap, en zeker in onze sector, zijn meestal niet gelovig. Als ik puur kijk naar Urania, wij zijn ook door een geestelijke opgericht in der tijd, door de pastoor van de parochiekerk, waar toen de eerste activiteit ooit is doorgegaan, en die heeft toen gezegd, ja, waarom niet starten met een sterwacht? En Pater Pieraerts heeft in Grimbergen toen Mira opgericht, dat was een paar jaar ervoor. Mm-hmm. Maar onze oprichter, pastoor Van Gaal, heeft altijd gezegd, hij beschouwde dat toen als volgt, dat is op zich heel mooi gezien. Hij zegt, ja, eigenlijk is geloof en wetenschap, dat is gelijk een spoorlijn. Mm-hmm. Die lopen naast elkaar, maar aan de horizon komen die sporen samen. Ja. Ja, je dan blijft kijken. Komen een mooie metafoor. En hij zegt hem, dus er is wel ergens een raakvlak. En ja... Het zou kunnen, maar weet dat veel wetenschappers vroeger, of dat heb ik toch, maar heb ik dat ergens ooit gehoord of gelezen, maakt niet uit, maar heel veel van die gasten waren deïsten, zoals het heet. Dat zijn gasten die niet geloven in een god die je interveneert. Die geloven gewoon in een soort prime mover. He, die hadden zo het idee van, er was iemand die ooit iets in gang heeft gezet, maar die houdt zich niet bezig met onze dagelijkse beslommeringen, die luistert niet naar gebeden, die is... Ja. Eigenlijk heeft hij gewoon gedaan wat hij moest doen om alles in gang te duwen, en dan heeft hij gezegd, en nu hou ik mij... Maar eigenlijk, wat eigenlijk logisch is, hè, want dat is vooral wat u er straks ook zei, een beetje in hetzelfde van, ja, als je een alien zee, je gaat hier niet voor 5 minuten zitten, je gaat ook niet, als je de grootsheid van het heelal zien, dan is dat enorm egocentrisch, waar menselijke eigenlijk geloof... Van de mens. Ja, ik heb morgen een moeilijk examen. Kun jij met mij bezig zijn? Hey, dat is... Dat is zelfs een onwaarschijnlijk goede joke van, ik denk, Jim Jefferies, een Australische komiek, die zegt, al die millennia lang, en die honderdduizenden jaren en 200 jaar geleden, that's when God decided to pick a team. De Amerikanen. Zo, die zo keihard altijd geloven in, I would like to thank Jesus for helping me win this Oscar of zo. Dat je denkt, really? Zo, daar is die mee bij, daar is God mee bezig, met u alleen. Nee. Dus het is, ik denk, het hoeft misschien elkaar niet uit te sluiten, maar het is toch moeilijk, niet? Denk ik, als je... Wel, maar ook zoiets dat ik nog straks over de Big Bang bezig was. Eigenlijk, Big Bang is chaos, hè? Dus dat een explosie, dat is ontstaan uit een explosie, maar als je kijkt, dat alles is achteraf, is er rust gekomen. Ik bedoel, het heelal is gestructureerd, is niet chaotisch. Dus de planeten draaien rond sterren en sterren zitten nog eens in een melkweg en rond planeten draaien manen. Dus eigenlijk in die chaos is een wetmatigheid gekomen, een orde gekomen. En dus in de latere fase is er dan levende planeten gekomen en dan mensrecht binnen de aarde kijkt. Dus, maar eigenlijk is er op dat vlak wel een... Na de chaos, na de oerknal, is er dan eigenlijk... Dat is echt een wetmatigheid gekomen. Dus er is iets dat zo kunnen we erover fantaseren, van is er een God geweest die die zaak in structuur gebracht heeft. Dat zou kunnen, ik denk dat eerder iets is dat het universum gedaan heeft en dat wij dan zo'n verklaring hebben gezocht die dat wij kunnen snappen ofzo. Vroeger was dat zo, alles wat dat niet verklaarbaar was God die dat deed. Voor de sterrenkundige, alles wat in de hemel gebeurde, was allemaal God die dat regelde. Dus dat is, en ook, ook vooral het idee, denk ik dat dat bij mensen ook iets enorm bijna onvatbaar is, dat het kunnen vaak gelovigen ook zeggen, die onwaarschijnlijke lijst aan toevalligheden die moeten samenvallen voor het leven op aarde te creëren. Ja. Zo. Ja. En dan zeggen die, dat kan niet anders dan dat een iemand moet zijn die ons hier heeft gezet. Ja, terwijl dat ik denk, dat kan ook een onwaarschijnlijke lijst toevalligheden zijn. Ja. De evolutietheorie, dus dat de mens bezekerd met west, maar van mens aap en daarvoor apen, dus bezekerd met... En dan vooral de ontwikkeling van de mens van de laatste honderden jaren, de laatste duizenden jaren, is de mens wel ontwikkeld, maar is dat veel trager gegaan. En je nu ziet hoe snel dat nu veranderd is op 100 jaar tijd. En nu zitten we ook wel met een technologische vertraging, vind ik. Want we hebben heel veel gekunnen 50 jaar geleden, maar je ziet dat er op dat vlak, we hebben wel terug nieuwe uitdagingen nodig, maar technologisch zitten we eigenlijk een beetje vast. Hè? Dus... Mm-hmm.
Ja, we vliegen inderdaad met vliegtuigen, maar we wilden sneller gaan vliegen. We willen sneller van punt A naar punt B gaan. Dus er zijn plannen geweest om dat via de ruimte te doen, via ruimtesprongen, wat Richard Branson nu bijvoorbeeld doet met zijn Virgin Galactic. Ja. Maar ook met passagiers op termijn. En daar zie je dat, daar, dat er andere problemen in de wereld zijn, dat dat ook een beetje blijft vasthangen en dat, dat, niet, dat er wel plannen zijn. Musk is daar een voorbeeld van. Dat hij zegt, ik wil terug vooruit gaan in technologie. Die raketten licht te bouwen die daarnaast alleen maar nog kan opkijken. Hè. Als die vertrekken, die booster, allee, die hulpraketten komen terug, of die onderste trappen komen terug, dat wordt allemaal herbruikt. Terwijl dat zij vroeger werkte met verschillende trappen die gewoon in de oceaan terechtkwamen en gedaan. Dus dat is... Ja. Een beetje een symbool voor de overheid en de privé, zo. Ons geld weggooien, overheid. Daar zijn ze goed in, hè. Jongen. Of als sneller dat Musk nu een aantal dingen realiseert en dat de NASA... Die zijn al een heel lange tijd bezig om nieuwe raketten te bouwen van op de maan te vliegen. Terwijl dat Musk, ja, dat is commercieel. Die, die doet dat met veel minder mensen. Maar daarnaast werkt veel meer personeel en dat gaat allemaal veel trager. En dat is misschien ook wel eens een goed idee dat die ook eens terug een beetje competitie krijgen. Want en, ik denk dat dat hetgeen is dat altijd wel aanzwengelt tot grotere stappen. Hè, waar je, denk ik, vroeger ook inderdaad die competitie had tussen de Sovjet-Unie en de Amerikanen. Dat heeft gedreven naar grote... Maar wie er nu nog? Is er India niet bijvoorbeeld een speler? Die zijn ook India, je hebt Rusland, je hebt China niet te vergeten. Nou, dat is ook een belangrijke speler. Europa. Just, Is Noord-Korea het ook niet aan het uithangen? Of is dat enkel atoombommen? Die zijn enkel maar met raketten bezig voor atoomwapens. Gelukkig alleen dat misschien maar. Misschien satellieten, dat weet ik niet. Dat zou kunnen direct... Ik herinner me nog het Ronald Reagan Star Wars programma. Ik weet niet of je herinnert dat je zo satellieten in de aarde, boven de aardebouw laten draaien met lasers en dat soort verhalen, dat je zo vanuit de ruimte dan steden zou kunnen vernietigen. Dat was ook zo, dat is precies nooit echt iets van gekomen. Nee, maar wij weten niet. Gelukkig misschien ook, maar... Maar Trump wil terug naar de maan vliegen. Dus als Obama was een man die eigenlijk naar Mars wou gaan, en zo naar Mars vliegen, maar dat is technisch veel complexer nog. Ja. Naar de maan vliegen, dat is natuurlijk een herhaling van wat we 50 jaar geleden gedaan hebben, maar ik denk dat dat op zich wel een goede zaak is, want we vliegen tot hier toe immer rond de aarde met mensen. Mm-hmm. En eigenlijk willen we wel eens terug ons grenzen verleggen. En dat idee hebben, dat zou leuk zijn als dat binnen 5 jaar gebeurt, dat je met een tas komt, dan maak ik dat je weet, oké, die lopen daar nu momenteel terug rond. We hebben dat ooit gedaan, hè, maar het is nu... En we kunnen ook die plaatsen waar ze geweest zijn, de NASA heeft met satellieten al die landingsplaatsen nog eens terug bekeken, om te zien van, staat alles er nog, bij wijze van spreken? Ja. Dus dat is op zich... In die hangar in de Nevada-woestijn. Dan kunnen we eindelijk eens gaan checken of dat die er echt wel geweest zijn, als we zo nu... Ja, dat is juist. Ja. Want jij ziet dat, jij zegt, oh, dat is zo wat van zilverpapier. Ja, dat is er nooit niet geweest, hè, Andries. Ja, maar het is... Ik moest het vragen, want het is een... Het is een geweldig... Ja, hetzelfde als het eerste vliegtuig van de Wright Brothers. Ja, okay. En denk je, daar zijn die mee door de lucht gevlogen met dat ding. En dat staat er ook letterlijk achter de hoek. Ja. En dat was ik ook van onder de indruk. Maar toch, het is zoiets, het blijft wel in onze... Ja. Ik was gewoon onder de soms een beetje onder de indruk van, en dat bedoel ik met groot respect, van de knulligheid waarmee dat die eerste mensen... zotte dingen deed. Ja, want dat is eigenlijk een vraag die ik wou stellen, omwille van het feit dat jij er straks over begon, en jij begint dan over die gigantische temperatuurverschillen, van 100 graden tot min 100 graden. Maar hoe wisten die dat eigenlijk, als je daar nooit geweest bent? We zijn daar ook met onbemande ruimtesondes geland op de maan. Dus ook in de ruimte, die temperaturen waren ook geweten. En men heeft zich er ook kunnen voorbereiden. Er zijn ook verschillende vluchten geweest dat men naar de maan gevlogen heeft. Eerst is naar de maan vliegen, moet rondkeren en terug naar de aarde. En dat was Apollo 8. Apollo 9 en 10 hebben ze eigenlijk eerst in een baan rond de aarde alle oefeningen gedaan voor de koppelingen van de maanlanders met de capsules. In een baan rond de maan hebben ze dat ook gedaan met Apollo 10. En dat was alles klaar om te landen met Apollo 11. Ja. Apollo 13 eigenlijk... is niet zo goed gegaan. Nee, dat herinner ik me nog van de film met Tom Hanks. En het is ook niet... Was dat Laika de hond en dan die een aap? Laika heeft het niet gehaald. Dus Laika is de eerste hond geweest in de ruimte, maar die is in de terugkeer in de atmosfeer, is die een druk weggevallen, die capsule, en die hond was eigenlijk gestorven. Terwijl dan de aap, wil ik zeggen, van de Amerikanen, hem, de chimpansee, die heeft het dan wel gehaald. Ja. Dus... Het is wel grappig, die heette Albert. De chimpansee? Ja, Albert. Nee. Was dat zo? Die dacht, de chimpansee, dacht hij, maar ik weet niet eens wat dat is. Hij heeft dat bij
Albert II became the first monkey and the first primate in space. Koning Albert II. Nou, kijk eens aan, kijk eens aan, kijk eens aan. Daar is die naartoe gegaan. Ja, ja. Ja. Maar wat wel zot was, dat is trouwens ook in die Manhattan Project, daar heet die Laika het zogezegd overleefd en die is mega intelligent geworden. Dus je praat ook. Ja, dat is een hele rare strip. Die mensen die dat geschreven hebben, die zitten wel in een of andere rare trip. Ja, ja, ja. Maar buiten het feit dat je, want daar kunnen we het misschien ook nog heel even over hebben, buiten het feit dat je bij de sterrenwacht Urania directeur bent en dat je je heel veel bezighoudt met de sterren, ben jij ook weerman. Ja. Ja. En dan moet jij je ook bezighouden met meteorologie, als ik mij... Dus ook zoiets waar je van denkt, zijn daar, ik zal maar zeggen, zijn daar technologisch enorme sprongen gemaakt in het voorspellen van het weer ten opzichte van een tijd van Armand Pien bijvoorbeeld? Ja, ten opzichte van Armand Pien is het een tijd wel, maar nu is het dankzij de computers, de krachtige computers, die berekenen aan de hand van de metingen die ze binnenkrijgen. En ook natuurlijk de satellieten, de Meteosat-satelliet in de tijd, er zijn ook nieuwere versies van gekomen. Dus, maar vroeger was het allemaal maar beschikbaar voor de professionele weerdienst. En nu kan iedereen thuis weerradar en satellietbeelden bekijken en op korte termijn zien wat het gaat regenen of niet. Maar voorspellen, het is nu een pak, in grote lijnen beter dan vroeger. In de tijd met Pien, dan was het zo'n paar dagen vooruit en dan was het onzeker. Nu kan men al lang een tendens zien, omdat men gewoon veel meer krachtige computers heeft om die gegevens te verwerken. Plus dat het netwerk eigenlijk van meetpunten altijd maar kleiner wordt. Dus men krijgt meer data binnen. En wat men eigenlijk doet, is nu alle waarnemingen in een computer steken. En die gaat dan zeggen, redding is aan zo'n computer, binnen 3 uur gaat dat weer er zo uitzien, binnen 6 uur zoveel. Maar het probleem is, in de sterrenkunde hebben de wetten. Wij kunnen in de sterrenkunde zeggen, die een dag, om dat uur, is er iets te zien, omdat dat allemaal vast ligt. Bijvoorbeeld op 23 september 2090, om 18.32 uur, is er in ons land een volledige zonsverduistering te zien bij zonsondergang. Dat kan ik nu wel zeggen. Dat is nog even... Ja. Maar het weer gaat dat niet, omdat het weer heeft zoveel facetten. Je hebt de luchtdruk, de temperatuur, windsnelheid, windrichting. Dat zijn heel veel factoren die je moet in dat systeem steken. En je moet dan gaan berekenen met liggen hoge lage drukgebieden enzovoort. Mm-hmm. Straalstroom. Want waarom is het nu minder goed zomerweer dan vorig jaar? Want mensen dat in vraag vorig jaar was dat prachtig, eind april. Ja. Tot nu was het altijd al warm en zonnig en droog. En nu is dat niet. Hè. Nu slaagt dat tegen. Nu is dat heel op zijn Belgisch. Zo is een paar dagen goed en slecht weer. De straalstroom ligt momenteel niet zo goed. Mm-hmm. En de bewuste straalstroom van Armand Pien. En dat zorgt ervoor dat we eigenlijk af en toe ook eens een keer wat slechter weer krijgen. Wat regen, wat ook belangrijk is, want het is heel droog. Dus op dat vlak, door het feit dat het nu wat blijft regenen, wat vorig jaar niet meer het geval was, gaat het normaal gezien meevallen met de droogte in de zomer. We zullen zien de komende weken. Ja. Dan gaan we niet meer zitten met die berichten van niet sproeien en zo. Allee, we zullen afwachten. Het grondwaterpeil ligt altijd laag, maar vorig jaar heeft het 2 maanden bijna niks geregend. En nu is het, en je ziet de voorbije weken, is het toch wel gevallen. Dus en wat zijn eigenlijk kei belachelijk, maar wat zijn de verwachtingen voor de komende maanden? Gaat het een warme zomer worden? Op KMI is er iemand die lange termijn voorspellingen doet. Dat is aan de hand van computermodellen ook. Die geven terug een warme zomer, juli, augustus. Maar seizoensvoorspellingen zijn heel moeilijk. Dat is ook alleen in het verleden met winters gebeurd, dat ze hele sterke winters gingen aankondigen, en dan is dat niet geweest. Dus we kijken gewoon 2 weken vooruit. Het blijft zowel onstabiel, ik wil zeggen, zo'n Belgische zomer weer tot het einde van de maand. Mm-hmm. Wat dan de zomervakantie gaat brengen, dat is heel moeilijk te zeggen. Dat vond ik heel grappig. Dat zijn ook zo van die dingen die je dan soms in science fiction films ziet of zo. Dat vond ik een heel tof moment in de tweede Back to the Future, dat ze naar de toekomst gaan. Ja. En dat het dan aan het regenen is en dat Doc zegt... the rain will be over in 5, 4, 3, 2, 1. En dat stopt ook met regen. En hij zo, wauw, de weersvoorspellingen zijn een pak beter geworden. En dat speelde zich toen af in, denk ik, 2015 of 16 of zo. 2015, denk ik. Dat klopt toch in de tijd. Dus dat is intussen toch ook alweer al bijna 4 jaar geleden. Ja, klopt. En het grappige, dat hebben ze ook zo van die parties gedaan in Antwerpen. De Welcome Back Marty Parties. Zodat die dan eigenlijk hier bij ons terecht zou komen. En hebben ze ook enorm hard geprobeerd trouwens om een hoverboard... te maken, die dat hem gebruikt. En ze hebben zo wel iets half-half kunnen realiseren, maar ze zijn er nog niet. Nee. Misschien nog een andere dummy, dus ik zit een beetje van de nek op de tak, maar dat was ook een vraag die ik u wou stellen, want dat is ook weer iets waar ik heel moeilijk mezelf een voorstelling bij kan maken. Mm-hmm. Mensen die veel weten over astronomie gaan nu luisteren en denken, Alex, jij bent een debiel. Maar ik kon dat toch vragen. Je hebt zoals gezegd de rotsplaneten en de gasplaneten. Ja, dus
Dat zijn dan, wat moet ik mij erbij voorstellen? Hebben die geen massa? Dat is jawel, niet iets jawel. Waar je op kunt lopen? Nee, of op nee kunt... jawel. Dus eigenlijk zeggen wij gasplaneten en dan denken er veel dat je er kunt doorvliegen. Maar dat is dus niet het geval. Dus de aarde, voilà. Dus je hebt de steenachtige planeten en Mercurius, Venus, aarde, Mars, die kunt op landen. Mm-hmm. Mercurius heeft bijna geen atmosfeer, Mars heeft een licht atmosfeer. Venus heeft dan weer een hele dikke atmosfeer. Daar kunnen we ook niet veel aan doen, daar is het veel te heet. En ook de atmosfeer is daar giftig. Maar dus Jupiter bestaat eigenlijk voor de helft uit vaste materie. Dus je hebt eigenlijk een steenkern, daar rond een ijsmantel. En daar rond zit dan die atmosfeer, de wolken die we eigenlijk zien. Maar dus je kunt daar inderdaad in afdalen, maar je gaat problemen hebben. Onderweg gaat de luchtdruk zodanig hoog oplopen, een paar duizend bergen wordt platgedrukt. Ja. Dus wij kunnen eigenlijk niet landen op dat oppervlak, alleen dat ijsoppervlak van Jupiter. Maar zo ziet Jupiter eruit, Saturnus en Neptunus. Dat zijn eigenlijk planeten die voor 50% kunnen zeggen bestaan uit gas, wolken. Ja, dat zijn reuzen, maar die zijn eigenlijk kleiner. Die zijn in verhouding de helft, is... de helft ongeveer, denk ik, is dat. Maar je kunt daar dus niet op landen. Nee. Dus met de grote ruimtesondes laten in afdalen om dan metingen te doen, de Galileo-sonden in de tijd. Maar die overleven dan niet aan een tijd. Mm-hmm. Die gewoon platgedrukt door de luchtdruk. Dus, en ook die atmosferen zijn ook enorm giftig. Hè. Bijvoorbeeld heel veel ammoniak zit er in de atmosfeer van Jupiter. Je hebt daar rukwinden van een paar duizend kilometer per uur. Dus alleen, onleefbaar. Dat is dan niet te doen. Omdat, de maan van Jupiter, dat is iets anders. De maan van Jupiter, dat zijn grote manen, groter dan onze eigen manen. Maar dat zijn dus manen bijvoorbeeld met vulkanen, manen met een ijsoppervlak waar je kunt op dat landen. Dat is Io en zo, hè? Dat is Io in Europa, in Ganymedes en Callisto. Ja. En er is zelfs een maan bij, Europa, die men ook verder wil onderzoeken. Want men heeft onder dat ijs heeft men plekken gevonden waar dat het water gesmolten is. Waar dat een soort slijkachtige substanties eigenlijk zijn. En daar zou misschien ook leven kunnen ontstaan zijn. Want voor leven heb je water en warmte nodig, maar geen licht. En hoe komt dat eigenlijk, dat die maan onder haar ijs, dat ijs smelt, heeft te maken met de getijdenwerking van Jupiter. Jupiter is eigenlijk een soort van getijdenwerking, dat wij op de zee eb en vloed hebben, hoog en laag, dat wordt veroorzaakt door de maan en de zon. Wel, Jupiter is dat ook. Dus Jupiter kneedt haar manen. Dus die steenkern binnenin die maan wordt gekneed, door wrijving krijg je warmte. En aan de binnenkant begint dat ijs te smelten. Er zijn dus plaatsen bij waar dat misschien wel vloeibaar iets van vloeibaar water. Dus de vraag is daar leven ontstaan? Dat weten we dus niet. Ja, want dan maken ze ook dat zo bij Europa, dat is zo een beetje dat Amerikaans nerdy grapje, dat ze dan zeggen, als er aliens komen van Europa, dan worden wij invasion of the Europeans. Ja. Ja, dat is wat zo. Europa. Ja. Als het toch pick your brain is, dan wil ik ook nog een ding doen. De zogezegde dark matter, zwarte materie, of donkere materie. Omdat we straks bezig waren over dat er een beetje een plateau is, wat u zegt, en dat je inderdaad, zelfs als je er niet mee bezig bent, maar je hoorde mijn uitleg, dan heb het ook al een beetje door. Mm-hmm. Gaat Newton, gaat Einstein met zijn relativiteit. Ik heb zo, van een beetje dat ik weet, ik heb de indruk dat eigenlijk die zwarte materie, zien wat dat eigenlijk is, hè, voor de mensen thuis, en dat is ook het enige dat ik erover weet, is dat het inderdaad, dat ze zijn achtergekomen, dat heel veel krachten die in het heelal bezig zijn, dat ze die niet kunnen waarnemen. Klopt. Ze zien dat er iets verandert, maar het is de zwaartekracht gewoon van planeten is duidelijk. Ja. Ik zou dan denken, alle bikken neer en we focussen ons voor 100% op dat gegeven, want dat is iets heel zot toch? Ja, ik heb geen idee waarom dat men daar, men zal er ook wel onderzoeken mee doen, maar men moet daar keuzes maken. Hè. Ze moeten onderzoek doen in die bepaalde richting of in een andere richting. Daar heb ik geen idee van waarom dat daar niet meer onderzoek naar gebeurt. Er zijn aparte satellieten voor die daar onderzoek naar doen, maar daar weet ik zelf, van dat ruimtevaart of onbemande ruimtevaartdeel weet ik zelf niet veel. Maar dat is op zich iets dat ook enorm fascinerend is en heel... Ja, maar dat is toch op sterren en al, dat heeft toch een enorme invloed? Ja, donkere materie, klopt. Ja. Dat zijn ik ging ook niet vanuit, ik moet hier een antwoord hebben. Ik wou eigenlijk meer hebben van dat me dat opviel. Ja, dat is bijna zo een beetje de olifant in de kamer of zo. Ja. Want als je dan toch over goddelijke dingen net, of onverklaarbare toestanden. Ja. Je hebt toch ook de Large Hadron Collider in CERN. Ja, die probeert, dat probeert. Dat is eigenlijk wel waar. Die deeltjes tegen elkaar lopen. Dat is eigenlijk wel waar. Dat doet men ook onderzoek naar. Maar eigenlijk is dat juist, ik was dan meer niet van ruimtevaart bezig, maar eigenlijk heb je de Deutsche versneller in Genève, waar ze eigenlijk onder meer het X-boson deeltje hebben. Dat is wel waar. Ook weer al door een Belg. Waarom zijn wij zo bescheiden met die met witheid? Wel heel grappig. Dat is wel iets grappig. We hebben ooit eens... Er is een foto binnengekomen. Dat was een fan van u. Ja.
Oh, ik ben zijn naam vergeten. Oh, zo spijtig, ik zijn naam niet ken, maar ik heb hem toen wel gezien. En die stuurde een foto met een shirt van u aan. En die zat letterlijk... In CERN, dat is juist. Ja, die werkte daar. Ja, werkte daar. En ik denk dat het was een mooi meeting, de molding, dat ze hem... Ah, oh, doe me een... Het is zo jammer dat ik zijn naam niet kent. Het was in ieder geval van Schoten nog. En hij had een hele grappige bijnaam. Die stond er en dat was zo'n foto dat ze... Ik denk dat het eigenlijk bijna een technieker was, of een operator, want hij had echt een helm op. Hij had zeker geen laborantenpak aan. Die foto, herinner ik me, was hilarisch, want die stond er eigenlijk zo een beetje een selfie te doen met dat ding erachter. Ja, met die grote versnelling. Ja. Dus ik ben er zelf nog niet geweest. Want dat is diep onder de grond ook. Dat zit heel diep onder de grond, ja. Ja, want ze waren ook, er waren toch allerlei theorieën van als de verkeerde deeltjes tegen elkaar botsen, dan creëren wij misschien een soort zwart gat waarin wij allemaal weggezogen worden. Dan is er wel een hoop zwart geld weg. Ja, dat klopt. Dat is elke keer dat zo... Ja. Die wilde verhalen. Dat is altijd cool, hè. Als je met de dingen waar jij allemaal mee bezig bent en al die technologieën daar rond, wat zijn dingen dat jij nog hoopt te zien in your lifetime? Dingen waar je nog op hoopt dat er nog gaan gebeuren? Ik heb al heel veel kunnen waarnemen. Ik heb eigenlijk alle verschijnselen al kunnen zien, die je eigenlijk... als astronoom of als amateursterrenkundige wilt zien. Dus ik heb er heel wat waargenomen. Poollicht zou ik nog wel eens langer willen zien. Ik heb het dus in 2002 in Nederland gezien, in de buurt van Maastricht, heel kort, maar een kwartiertje. Dat wil ik nog wel eens uitvoerig zien. Maar in principe heb ik eigenlijk alles, totale zonsverduisteringvormige kometen. De komeet Heel Bob in de jaren 90 was heel helder. Het was een heel heldere komeet. En bijvoorbeeld andere verschijnselen, zodiacaal licht, dat is eigenlijk een soort van... aan de hemel, dat gebeurt meestal na zonsondergang of voor zonsopkomst, dan zie je zo'n kegel, een licht gloed aan de hemel, in een soort driehoek. Mm-hmm. Dat is eigenlijk stof in het zonnestelsel, in cryptica vlak, dat eigenlijk door de zon wordt verlicht, en dat kan je op donkere plaatsen zien. Ik denk in principe meteorenzwermen, dus ik heb al echt hele grote, de Leoniden meteorenzwerm bijvoorbeeld, dat is een zwerm die om de 33 jaar een piek geeft aan duizenden vallende sterren per uur. Ik heb dat in China gezien in 2001, dacht ik, was dat, november 2001, en toen heb ik één vallende ster per seconde gezien. Ja. Dus dat zie je maar eens één keer in een normale mensenleven, dus de volgende keer is in 2033. Ja. Als we dat natuurlijk opnieuw kunnen zien, dan zien we dus een piek tussen de nacht van 17 op 18 november, zie je tot één vallende ster per seconde dan. Ja. Dat zijn zo'n verschijnselen die ik, maar ik heb al heel wat kunnen zien. Hoop te gaan nog op een maankolonie vooraleer dat we erbij weg zijn? Of toch een maanbasis Ik denk een maanbasis moet wel lukken. Ik zou nog heel graag meemaken dat de mensen op Mars geraken. Ja. En misschien het ruimtetoerisme gaat ook wel versnelling hoger schakelen. Ik denk, dus wel Richard Benson zou het doen, die ruimtesprongen. Hè, want nog die SS-gant, dat is gewoon niet betaalbaar. Maar ik denk op termijn, misschien binnen 10, 20 jaar, dat je voor een paar duizend euro dus een ruimtesprong kunt meemaken. Dat zou ik wel eens leuk vinden. Van eens even in de ruimte, de aarde zien vanuit de ruimte, wichtloosheid ervaren en dan terugkeren. Ja. Dat is goede vrijgezellenmateriaal wel, denk ik. Ja. Ja. Maar dus, het vrijgezelle feestje is. Maar het is iets wat. Nu kost dat 200.000 euro. Dus dat vind ik eigenlijk veel te veel. Dat is geld, veel te veel, ja. Dat je nu geld genoeg hebt, is dat geen probleem. Maar ik denk, als we zeggen 10.000 euro, dan zou je zeggen: oké, dat wil ik dan voor sparen. Uh-huh. En ik dat per se nog wil meemaken voor ik doodga, wil ik dat misschien nog wel doen. Ja. Dat is een beetje wat Gert Verhulst zei over het onsterfelijkheidsding. Ja, je zegt: maar niet voor iedereen, hè, Alex. Alleen voor mensen die. Die dat kunnen betalen. Ja, Gert, dat zou dat misschien wel kunnen. Hè? Oh, dat vond ik nog altijd een van de beste uitspraken toen hij hier zat. Ik dacht dat ze de guy echt in de notendop op bepaalde vlakken, maar wel heel cool. En eerlijk. En eerlijk, vooral ook. Ja. Er was nog één dummy-vraag. Als jij hier zit, heb ik altijd de neiging van te zeggen... Oh, dat weet ik ook niet, wacht. Ja. De ring van Saturnus. Ja, hè? Dat zijn stofdeeltjes, blokjes ijs. Er zit wat stof in, maar vooral blokken ijs, de grootte van een auto. Hoe komt het dat wij die zo goed kunnen zien? Is dat een bepaalde lichtinval door de zon? Nee, er zijn er heel veel. Er zijn er gewoon heel veel. Want die ringen zijn een paar kilometer dik, maar 300.000 kilometer breed. En we kunnen die nog waarnemen, omdat de afstand Aarde-Saturnus is 1,4 miljard kilometer. En die ringen zijn eigenlijk... Eigenlijk kun je Saturnus liggen tussen de Aarde en de Maan, hè, op afstand. Hè. Dus, mm-hmm. En die zijn
denk maximaal ongeveer de grootte van een auto, dus een paar meter groot. Maar dat zijn er heel veel, dat zijn miljoenen blokjes ijs die daar rondcirkelen, of stof of puin. En ja, het zonlicht weerkaatst daarop, dus we kunnen die dan ook waarnemen. Dat is eigenlijk de enige reden. All right. Maar ze zo groot zijn. En nog, ja, nog die, come on man, ik kon hier echt de stoeme vragen van de eeuw stellen. Maar je hebt van die supergrote manen, zoals Titan, ja, wat eigenlijk bijna een planet-sized moon is. Een kleine planeet, ja, klopt. Zoals ze het zeggen. Hè? En je hebt ook Phobos en Deimos en al die... Dat zijn kleine blokjes, ja. Je hebt die allemaal, maar wat is dan het verschil tussen een planeet en een maan? Wanneer wordt iets een maan genoemd? Een maan draait rond een planeet. Ja. Dat is het. Dat is het eigenlijk. Dat is het. Dus een planeet die want bijvoorbeeld Mercurius, Venus hebben geen maan. Mm-hmm. De aarde heeft één maan en eigenlijk een vrij grote maan voor haar grootte als planeet. Maar ze heeft er twee kleintjes en Jupiter heeft er heel veel grote. Want de maan is eigenlijk ook voor de aarde een heel belangrijk symbool. De maan zorgt er eigenlijk voor dat de aarde, die draait eigenlijk heel snel rond haar as, voor haar mm-hmm. grootte ook. Mars doet dat ook. Maar dus de aarde, door het feit dat ze snel draait, de maan zorgt ervoor dat die aardrotatie stabiel blijft lopen. Dus als je de maan zou wegdenken, zou onze aarde meer beginnen tollen. Ja. Dus de vraag is ook, als er geen maan was geweest, was er dan wel leven op aarde geweest? Want als je zo'n tollende aarde krijgt, dan krijg je dus heel onregelmatige seizoensschommelingen. Want dan zouden wij hier in de winter het klimaat van de Noordpool en in de zomer het klimaat van Noord-Afrika. Ja. En ook een regelmatige dagen. Dus een ene dag is een dag van 26 uur, dan is een van 22 uur. Dus de maan zorgt ervoor dat die aarde stabiel blijft draaien. Die 24 uur. En dus de maan zorgt dan ook voor de getijdenwerking, maar zorgt eigenlijk vooral voor die stabiliteit. Dus, en de maan verlaat de aarde ook met een paar centimeter per jaar. Dus op termijn gaat die invloed misschien verkleinen als de maan te ver van de aarde komt te staan. Men heeft bijvoorbeeld berekend... De maan zorgt nu voor het verschijnsel totale zonsverduisteringen. Mm-hmm. En de maan schuift voor de zon. Maan en zon aan de hemel zijn even groot. Dus de maan kan de zon bedekken. Maar als de maan verder komt te staan van de aarde, wordt dan de hemel kleiner. En gaan we dus binnen 2 miljoen jaar nooit meer op aarde volledige zonsverduistering kunnen zien. Alleen maar eenvormige. Ja. Want ik heb alleen maar een cirkel. En dat verschijnsel is dan niet meer zichtbaar. Dus wij hebben nu het geluk dat we op de aarde dat kunnen zien, want vroeger stond de maan dichter bij de aarde en konden dat verschijnsel ook niet zien, een totale eclips, want dan was die corona afgedekt door de maan voor een stuk. Ja. Dus het, op zich maakt het uniek dat wij als mensen nu in de juiste periode leven op aarde en dat die maan op de juiste afstand staat om dat verschijnsel te veroorzaken. Er zijn ook heel wat mensen die daarbij geloven aan echt. Hè, die zeggen, als je naar die maan, naar zo'n totale eclips kijkt, dat ze precies Gods oordeel op ons neerkijken. Ja, dat is wat ze vroeger ervan dachten. Dat is een hemelsverschijnsel. Ja, wederom zo'n soort toevalligheid, dat je zou kunnen zeggen, waardoor dat er toch weer iets goddelijks aangegeven wordt. Ja, want het feit dat we dat kunnen zien is op zich heel uniek. Want als de maan nu groter of kleiner was geweest, hadden we nooit geen totale eclips gezien. Met een totale eclips hier, de zonatmosfeer. En heb je dat ooit al gezien, een totale eclips? Nee, ik heb nooit... Ik heb al wel In 1999. Ik heb dat gezien toen, ja. Totaal of... Ik heb het in Virton. Dat heb ik totaal gezien. Ik heb toen ook 17 uur in de file gestaan. Ja, ook trouwens, ja. Maar heb je toen die witte krans ook gezien? Ja, daar moest een brilletje op zitten, dat weet ik. Nee, op het moment dat de maan... De totaliteit er is, als de maan voor de zon staat, moet je die middel afzetten. Nee, maar ervoor bedoel ik. Ja, ervoor en daarna. Op het moment dat de zon volledig verduist, zit er zo een bepaald soort licht. Ik heb er al een paar gezien. Dat is zo wat blauw-wit licht, maar zo een beetje magisch. Want dan zie je die zonatmosfeer, die gaan dus nog wat niet zien. En je ziet dan overdag sterren aan de hemel wordt donkerder, de temperatuur daalt met 10 graden. Dat is wat gebeurd. Dat zijn verschijnselen. Binnenkort is er in te zien in Zuid-Amerika. Daar hebben ze nu geen stroom, of hebben ze problemen met de stroom. Dus met dat er totale eclips is, dan gaat het er ook donker worden. Ja. En dus ook een totale te zien. Nou, dat is wel cool. En is dat dus, omdat de maan nu aan het wegbewegen is van de aarde, zoals gezegd, zijn dat catastrofale gevolgen? Of zijn, Op termijn weet ik dat niet. Ik heb geen idee. Ja. Dat zal nog wel een tijd duren voordat dat die invloed van de maan op de aarde kleiner is. Ik weet binnen 2 miljoen jaar zal er geen totale eclipsen meer zijn. Hoe dat dan op lange termijn is, waarschijnlijk wel, maar... Ja. Dat weet ik niet, die gegevens. Het is in ieder geval ook wel heel zot om te weten dat als je zo kijkt naar het heelal, je kunt, zoals je al zegt, je kunt tot op de datum en het uur dingen voorspellen die binnen 100 jaar gaan gebeuren, of binnen 30 jaar. Ja. Dat je eigenlijk nu ook al weet, zelfs hetgeen dat je al zei, met het uitdoven van de zon, je weet dat wij hier niet voor altijd gaan zijn. Nee.
Dat is een heel rare gewaarwording, dat je weet. Maar dat gaat heel traag gaan. Want dus, ja. Op het moment dat de zon begint op te zwellen, dan gaat de temperatuur telkens aan stijgen naar misschien 1000 graden of zo. En nadien was de aarde een ijsplaneet. Allee, dat is één van de theorieën natuurlijk. Maar dat duurt nog... Verklaart ook... Nee, de zon inderdaad, dat ze nog minstens, denk ik, 2 miljard jaar vrij stabiel blijft. En dat ze dan eigenlijk onstabieler wordt. Dus de mens gaat dat geen... Allee, dat is 2 miljard, is gigantisch. Hè. We leven als mens maar een paar miljoen jaar op de aarde. Dan gaat dat zijn binnen... 10 miljoen jaar, 100 miljoen jaar, een miljard. Ja. Onder nog mensen zijn tegen dan. Wie weet hebben we ons eigen al uitgeroeid tegen dan. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Maar het is toch ook al zot om te weten dat er zo'n soort wel einddatum op staat. Ja, op termijn je dat is het door gedaan. Dus ik zou zeggen, geniet nog van elke dag nu je hem hebt. Hè, want je hebt nog maar 400 jaren, miljoen jaar voor alleen we er niet meer zijn. En misschien om af te ronden, ook wel... want je hebt, op Urania, daar moeten we wel een beetje reclame voor maken. Ik denk dat mensen die hier geluisterd hebben al wel, dat je niet moet overtuigen dat de lezingen heel boeiend gaan zijn. Ja, en ook laagdrempelig. Hè? Dus je moet geen wiskundige knobbel zijn om bij ons op bezoek te komen. Bedankt antwoorden. Om dat er nog eens even in te wrijven hier. Maar, Je mag. Dat is echt, we zijn, bedoel, mensen, als ze met vragen zitten, met veel plezier willen we die mensen verder helpen. Maar jullie geven altijd de lezingen daar? Wij hebben cursussen, zowel voor jong als oud. Wij zijn ook op vrijdagavond op, dus mensen kunnen bij ons komen kijken. We hebben een planetarium, mensen kunnen bij slecht weer, en ze hebben de voorstelling van de sterrenhemel, we hebben ook films die betonen. We staan op Mas in de zomer, dus we zijn heel eerlijk. Je hebt ook een mobiele sterrenwacht, hè? We hebben ook een mobiele sterrenwacht, dus wij gaan ook naar scholen toe om daar les te geven op verplaatsing met een mobiel planetarium tegenwoordig ook. Wij doen ook reizen, doen heel wat reizen. Bijvoorbeeld, we gaan nu met 80 mensen naar Zuid-Amerika voor die totale zonsverduizing te bekijken. Dus, Oké, cool, je gaat daar naartoe. Ik kon er niet zelf niet naartoe, maar collega's van mij gaan daar. Ja. En wij doen ook, wij bezoeken bijvoorbeeld in het najaar, in december gaan we de NASA bezoeken, naar alleen 50 gram aanlanding. Dus we doen ook heel wat reizen naar plaatsen, bezienswaardigheden, verschijnselen enzovoort. En die bezichtigingen op het MAS, wanneer is dat? Dat is nu in de grote vakantie, donderdagavond, enkel bij helder weer. Ja. Tussen 9 en 11 s'avonds, gratis, gewoon naar het dak komen en komen kijken. Alright, cool, zalig. Nou, ik ga in ieder geval zeker langskomen. Moet zeker bij ons eens komen. Ja. Dat ga ik zeker doen, want die is altijd gefascineerd door dat soort dingen. Die zit in een museumfase en ik ben aan het hopen dat dat nog even blijft duren. Vooraleer dat hij volledig de wereld van de K-pop of zo in verdwijnt, dat het dan nog mogen zijn. In ieder geval, Mark, merci voor langs te komen. Het was zeer fascinerend. Ik heb in ieder geval veel geleerd. Ik hoop jullie thuis ook. Zoals gewoonlijk ben ik Alex Agnew, was mijn brother from another mother, Andries Bekkers. En dit was Mark van den Broek. Bedankt voor langs te komen. Graag gedaan. En ga zeker eens langs Urania, want daar zijn waarschijnlijk enorm interessante dingen te horen. En misschien wisten jullie al veel van de dingen, maar voor de domkoppen gelijk mij, jullie hebben toch weer iets bijgeleerd. Dat was het weer voor Welcome to the AA. Tot volgende week, when we make Monday great again. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zon. Als het ergens over moet gaan, zijn de beste. Not the face. Rivers of gum. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.